Zitting is geopend. La première question est celle de Monsieur Elling, son ministre du Budget et de la Simplification administrative, sur la transposition de la directive sur les exigences applicables au cadre budgétaire des États membres. Vous avez la parole, Monsieur Elling. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, face à la crise financière et donc économique et sociale à laquelle nous sommes confrontés, les dirigeants européens ont formé et réformé dit le pacte de stabilité et de croissance en adoptant un ensemble de règles mettant en place une surveillance économique et budgétaire renforcée au niveau européen. Il s'agit du six-pack qui vise à réduire drastiquement les déficits publics et les dettes souveraines dont le niveau élevé mettrait en péril la stabilité économique et financière de l'Union européenne tout entière. Les travaux récents, notamment ceux du Fonds monétaire international, montrent que ce n'est pas si simple et nous observons à nos dépens que l'austérité menée au pas de charge, bien au contraire, aggrave la crise. Mais ceci n'est pas l'objet de la question. Le six-pack regroupe cinq règlements déjà entrés en vigueur, complétés par la directive numéro au charmant nom de 2011-85 sur les exigences applicables au cadre budgétaire des États membres. Cette directive doit être transposée par la Belgique au plus tard pour le 31 décembre 2013. Cet ensemble de règles est en quelque sorte répété par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, dit TSCG, autre nom charmant, au sein de l'Union européenne et monétaire. Ce traité a été voté cette semaine, il y a deux jours, en commission des relations extérieures du Sénat. Mon groupe a refusé de porter assentiment à ce traité pour ce qu'il contient, mais comme proposition politique néolibérale restrictive empêchant le redéploiement économique durable. Mais c'est aussi, et c'est pour ça que nous y sommes opposés, là que le gouvernement a manqué la maigre opportunité qui lui était donnée de préciser un tant soit peu, dans la loi d'assentiment, la manière dont il allait mettre en œuvre les obligations incluses dans le traité, tout en préservant le nécessaire équilibre entre trajectoire budgétaire et relance sociale, économique et environnementale. Une seconde opportunité est encore offerte à notre pays de ne pas s'engouffrer aveuglément dans une austérité implacable. En effet, la transposition de la directive 2011-85 et son article 6 en particulier permet à chaque État membre de définir lui-même, dans sa loi de transposition, des clauses dérogatoires qui renvoient, par exemple, aux circonstances exceptionnelles mentionnées tant dans le six-pack que le TSCG. On mesure l'importance de ces concepts à définir car c'est une opportunité pour la Belgique d'assouplir la trajectoire budgétaire handicapant aujourd'hui son redéploiement économique. L'article 4, paragraphe 4 de la directive que j'ai citée tout à l'heure demande par exemple que les prévisions macroéconomiques tiennent compte des scénarios de risque pertinents. Un autre concept à définir et mon groupe demande qu'en matière de prévisions pluriannuelles, les risques liés à la montée de la pauvreté, par exemple, ou dans l'esprit de l'article 14, paragraphe 3 de cette directive, l'activation de la garantie d'Exia, par exemple, soit considérée comme étant un scénario de risque pertinent. D'où ma première question, comment le gouvernement va-t-il rédiger les diverses clauses et indicateurs qu'il a la responsabilité d'établir en vertu de cette directive? Je pense en particulier au concept de clause dérogatoire et scénario de risque pertinent. Étant donné la parenté entre la directive et le traité, qui se manifeste notamment par ces deux concepts, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous indiquer pourquoi le gouvernement n'a pas saisi l'occasion de transposer la directive en question conjointement à l'adoption du traité qui porte pourtant exactement sur les mêmes sujets et selon quel calendrier, puisque nous ne l'avons pas encore transposé, le gouvernement envisage-t-il alors de la transposer? Merci beaucoup pour vos réponses. Merci Monsieur Ellings. La parole est au ministre. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, la directive 2011-85 oblige en effet les États membres à disposer de règles budgétaires chiffrées qui leur sont propres, ce qui favorise effectivement le respect des obligations du traité dans le domaine de la politique budgétaire. La directive ne précise pas ces règles de manière détaillée, mais elle prévoit notamment l'obligation de définir par contre clairement les objectifs, la portée des règles, de mettre en place une surveillance indépendante effective en temps utile, d'instaurer des mécanismes de mise en œuvre stricts et de définir des clauses échappatoires clairement circonscrites. La directive permet donc l'utilisation des concepts de clauses dérogatoires et de scénarios de risque pertinents.
Celles-ci peuvent notamment être liées aux circonstances exceptionnelles telles que définies dans le traité. Et pour le moment, la décision sur le contenu de ces diverses clauses et indicateurs n'a pas encore été prise. Mais il est clair que tous les scénarios de risque pertinents seront incorporés dans les prévisions macroéconomiques. L'adoption de la loi d'assentiment du traité, vous l'avez vécu, est un premier pas important dans le cadre de la ratification de ce traité, mais il n'était évidemment pas nécessaire de transposer la directive conjointement avec l'adoption de ce traité. Il convient de travailler par étapes et de s'accorder sur les modalités de la transposition, je le précise, y compris avec les entités fédérées. Plusieurs réunions ont d'ailleurs déjà eu lieu au niveau administratif avec les entités fédérées. Donc, comme vous le voyez, les travaux de transposition sont en cours et le gouvernement fera tout pour respecter les délais de transposition de ces différents textes. Je vous remercie. La parole à M. Ellings. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Donc, en fait, l'enjeu ici, il est important, si la Belgique peut définir par elle-même les conditions dans lesquelles ces règles européennes qui s'imposent à nous vont s'appliquer au cas concret belge, c'est autant de possibilités de pouvoir gagner ce combat contre certains à la Commission européenne, mais en particulier un État membre puissant, l'Allemagne, qui a une vision strictement budgétaire des choses, sans tenir compte des potentialités de relance que sont les investissements dans, par exemple, la recherche, l'enseignement, mais aussi les technologies nouvelles, et on pense particulièrement aux technologies vertes. Vous avez parlé des entités fédérées. C'est justement au sein de ces entités fédérées que se trouve ce potentiel de relance. C'est évidemment dans les communautés qu'on parle d'enseignement et de recherche, et dans les régions qu'on parle... Voilà. Et donc, c'est amusant de voir que le gouvernement s'engage dans des trajectoires budgétaires qui, du coup, étranglent par la base, les budgets des communautés et des régions. Et donc, c'est d'autant plus important de définir ensemble avec les régions les critères qui feront comment nous appliquerons cette rigueur budgétaire au niveau européen et de pouvoir justement laisser de la marge pour l'éclosion de politiques d'investissement sur le long terme. Et donc, on sera très attentifs. Merci. Merci, Dankjo. À l'ordre du jour est la question de monsieur du sénateur de la Wesh au ministre des Finances, chargé de la fonction publique sur le point de contact central près de la Banque nationale de Belgique pour les comptes bancaires et les contrats. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre, notre législation a connu une importante évolution en matière de dispositifs visant à mieux lutter contre la fraude fiscale par l'introduction d'un dispositif relatif à la levée du secret bancaire. La loi établit un bon équilibre entre le respect de la vie privée et la nécessité pour les services du département des finances de mener à bien leur vérification en cas d'indices de fraude. La loi dispose que, ouvrez les guillemets, tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer les données suivantes à un point de contact central tenu par la Banque nationale, l'identité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats. Lorsque l'agent désigné par le ministre a constaté que l'enquête visée au paragraphe 2 a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives à ce contribuable. Le roi, c'est ce qui nous occupe, détermine le mode de fonctionnement du point de contact central. Alors, Monsieur le Ministre, ce projet d'arrêté royal qui doit déterminer le fonctionnement du point de contact central assurera-t-il bien que les données transmises par les établissements visés par la loi à la BNB couvriront l'identité des clients, leur numéro de compte et contrat, et peut-on confirmer aussi, dans ce cadre, que les comptes titres dépôts à terme et dépôts règlements sont toujours associés au sein de la même institution financière à un compte à vue? Je vous remercie pour votre réponse. Merci. La parole est au ministre. Madame la Présidente, Monsieur Laodje, le projet d'arrêté royal déterminant le fonctionnement du point de contact central prévoit la transmission des données d'identification des clients.
de la manière suivante. En ce qui concerne le client qui est une personne physique, son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou à défaut le nom, le premier prénom officiel, la date de naissance ainsi que le lieu de naissance ou à défaut le pays natal. En ce qui concerne le client qui est une personne morale, enregistré auprès de la banque Carrefour des entreprises, son numéro d'inscription auprès de la banque Carrefour des entreprises. Et en conclusion, ce qui concerne tous les autres clients que ceux visés ci-dessus, la dénomination complète, la forme juridique éventuelle et les pays d'établissement. La notion de compte recouvre tout compte bancaire ouvert en Belgique qui permet au client d'un redevable d'information de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits ou des versements en espèces, d'effectuer des paiements en faveur de tiers ou de recevoir des paiements d'ordre de tiers. Il n'y a pas de limitation en termes de type de compte à déclarer pour autant qu'il puisse faire l'objet d'une transaction directe. Exemple, un compte à terme ne sera pas déclaré s'il est lié à un compte à vue au sein d'une institution pour effectuer un versement, un transfert direct ou un retrait. Si le client peut opérer directement au départ de ce compte à terme, il devra être déclaré. Pour ce qui concerne les contrats, le projet d'arrêté royal prévoit la mention de l'existence d'une des conventions suivantes conclue entre un client et un redevable d'information directement à l'intervention d'un agent qui n'est pas indissociablement lié à un compte. La convention de crédit hypothécaire conclue à des fins autres que professionnelles, la convention de vente à tempérament conclue à des fins autres que professionnelles, la convention de location-financement, la convention de prêt à tempérament conclue à des fins autres que professionnelles, l'ouverture de crédit conclue à des fins autres que professionnelles, la convention portant sur des services et ou activités d'investissement, ainsi que la tenue pour les besoins du client de dépôt à vue ou à terme, renouvelable en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou de restitution, une transmission de fonds par un prestataire de services de paiement et toute autre convention que visée au point ci-dessus par laquelle un prêteur met des fonds à disposition d'une personne physique ou morale. J'espère de la sorte avoir répondu à votre question. Je vous remercie. Monsieur le ministre, monsieur Laouèche. Madame la Présidente, je prends acte à ce stade de la réponse de monsieur le ministre. Je me réserve évidemment la possibilité de l'examiner en profondeur et le cas échéant, par une autre question orale, de lui demander un complément d'information. Je vous remercie, Madame la Présidente. L'incident est clos. Alors, au jour à la question de Madame Matz au ministre des Finances sur la levée de secrets bancaires dans l'Union européenne. Monsieur le ministre, le Conseil européen ECOFIN n'a pas abouti à un accord sur l'échange automatique d'informations entre les 27 États de l'Union européenne. Une fois encore, l'Autriche et le Luxembourg ont refusé de mettre fin au régime dérogatoire dont ils bénéficient. Cependant, un accord a été trouvé pour permettre à la Commission de négocier avec 5 pays, dont la Suisse, pour améliorer l'échange d'informations. Le temps des accords bilatéraux avec la Suisse, appelé accord Rubik, semble donc révolu. L'Union peut remercier les États-Unis qui ont pesé de tout leur poids pour exiger de nombreux pays, dont la Suisse, une plus grande collaboration en ce qui concerne les informations bancaires sur leurs nationaux à travers la signature des accords FATCA. Le Conseil ECOFIN a aussi abordé la question de l'union bancaire. Là aussi, la presse n'a pas fait écho d'une position unanime des 27 ministres des Finances. Monsieur le ministre, quelles sont les dernières avancées réel du dernier Conseil ECOFIN, où en est le projet d'un FATCA européen, faute d'unanimité, une coopération renforcée, est-elle envisageable? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. le ministre. Madame la Présidente, Madame Matz, je peux vous informer que des étapes importantes ont été franchies lors de la dernière réunion du Conseil ECOFIN, après que le Luxembourg a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2015, l'échange automatique d'informations prévu par la directive épargne sera appliqué, l'Autriche a également modifié son attitude. Cela a permis qu'au Conseil ECOFIN, l'ensemble des États membres donne un mandat à la Commission européenne pour entamer les négociations avec la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin. En conséquence, le champ d'application du traité européen existant, qui date de 2005, avec ces pays concernant l'échange d'informations et l'imposition des revenus mobiliers pourra être élargi. À l'égard de l'initiative de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et du Royaume-Uni de lancer un projet pilote européen FATCA,
Le Conseil ECOFIN a également adopté une attitude positive. Comme avec la FATCA qui existe aux États-Unis, l'Union européenne va devoir jouer un rôle majeur pour développer à cet effet un standard qui puisse être accepté au niveau international. On attend maintenant les résultats de ce projet pilote pour pouvoir évaluer ce standard. Entre-temps, aux côtés de la Belgique, la République tchèque, l'Irlande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Slovénie ont aussi exprimé leur soutien à ce projet pilote. Vous remarquerez que les progrès réalisés dans ces deux dossiers sont impressionnants. Dans un proche avenir, la manière dont l'Union européenne va poursuivre la gestion et la coordination de ces deux projets apparaîtra plus clairement. Madame Hass, est-ce que vous voulez répliquer? Je remercie la réponse que le ministre a fournie. Je sais bien que l'Union européenne ne s'est pas faite en un jour et qu'elle se construit à petits pas. Cependant, à l'heure où de nombreux pays européens s'enlisent dans la crise économique qui s'accompagne d'une inquiétante montée de chômage, les 27 ne sont pas toujours, me semble-t-il, même si on voit des avancées, de faire avancer les grands projets pour redonner des perspectives. J'espère en tout cas que la Belgique continuera à porter une position forte, en plus pour une plus grande harmonisation fiscale, afin de préserver le modèle social européen. Je ne manquerai pas de vous interroger à nouveau sur ces avancées dans ce domaine. Je vous remercie. Merci d'un clos. En dat is een collega Ancio aan de minister van Financiën over een mogelijk pervers effect van een verhoging van het vakantiegeld voor sommige gepensioneerden. Et je profite de cette petite interruption en attendant la question de M. Ancio pour accueillir une délégation parlementaire d'origine marocaine qui vient du Maroc. Nous accueillons. Merci d'être avec nous et de suivre cette heure de questions d'actualité. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, collega's. Iedereen heeft het gehoord, rond 15 mei wordt het vakantiegeld aan gepensioneerden uitbetaald. En in het kader van de welvaartsvastheid en de welvaartsaanpassing werd dit vakantiegeld met 5% verhoogd. Maar wat bleek nu voor een aantal gepensioneerden, maar het zou hier toch gaan over een heel pak, 10.000 zelfs, of meer dan 100.000 gepensioneerden, die een maandelijks pensioen ontvangen tussen de 1.150 en de 1.300 euro bruto, betekent deze verlaging nabetaling van belastingen eigenlijk... betekent deze verhoging nabetaling van belastingen een verlaging van hun netto-pensioen? Deze berekeningen die gemaakt werden door het ABVV wijzen ook uit dat het hier niet gaat over een klein groepje, maar over minstens honderdduizenden mensen. Mevrouw de voorzitter, meneer de minister, het lijkt minstens contradictorisch en zeker niet de bedoeling van de wetgever en van de uitvoerende macht om een maatregel die bewust de koopkracht op peil wil houden, te zien uitmonden in een maatregel die ervoor zorgt dat er minder koopkracht zou zijn. Het gaat hier blijkbaar niet over een marginaal neveneffect, maar zoals ik al zei, over duizenden gepensioneerde mensen. Blijkbaar werd er bij voorbaat hieromtrent beloftes gemaakt binnen het tripartite overleg, maar daar is volgens het ABVV althans niets aan in huis gekomen. Meneer de minister, ik had eerst de vraag gericht aan de minister van Pensioenen, omdat ik vond dat dat zijn verantwoordelijkheid was, maar het blijkt dat dit onder uw verantwoordelijkheid valt. En ik zie al enig plezier bij uw collega's. Vol verwachting kijken we uit naar uw antwoord. Kunnen we dit rechtzetten? Hoe komt het dat dit eigenlijk het gevolg is? Het kan niet zijn dat een verhoging leidt tot een vermindering. Wat kunnen we daaraan doen en wat zal u daaraan doen? Dank u. Het woord is aan de minister. Mevrouw de voorzitter, meneer Ancio, geachte collega's. De belastingdruk op pensioenen en vervangingsinkomsten wordt verlaagd door het verlenen van belastingvermindering. De gewone belastingverminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten volstaat niet om de belasting lage vervangingsinkomsten tot nul te herleiden.
aan belastingplichtigen, maar van het gezamenlijk belastbaar inkomen uitsluitend uit pensioenen en vervangingsinkomsten bestaat, wordt daarom een bijkomende vermindering verleend wanneer het gezamenlijk belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan een bepaald referentieinkomen. Met name wordt dan een bijkomende vermindering verleend die gelijk is aan de belasting die overblijft na toepassing van de gewone vermindering. Ten tweede, wanneer het netto-inkomen meer bedraagt dan het referentieinkomen, wordt een bijkomende vermindering verleend die gelijk is aan het verschil tussen enerzijds de belasting die overblijft na toepassing van de gewone vermindering en anderzijds het positieve verschil tussen het netto-inkomen en het referentieinkomen. De combinatie van de feitelijke belastingvrijstelling in artikel 154 en de belastingvermindering voor vervangingsinkomsten en pensioenen leidt tot wat men noemt een belastingval. Het bedrag van de feitelijke belastingvrijstelling is door de jaren heen door welvaartsaanpassingen veel sneller gestegen dan de normale belastingverminderingen die enkel werden geïndexeerd. Wat de procedure betreft is inderdaad bij het overleg met de sociale partners toegezegd om het probleem te onderzoeken en dat is ook gebeurd. Mijn voorganger heeft op basis van een nota de kern van de regering gevat. Er is nooit enige beslissing genomen om de wet aan te passen. En zoals u weet heeft een aanpassing van de fiscale wetgeving steeds een behoorlijk budgetair impact. Indien alle belastingvallen weggewerkt worden in het voordeel van de belastingplichtigen, dan kost dat voor het aanslagjaar 2013 652 miljoen euro. Tijdens het begrotingsconclaaf heeft bij mijn weten geen enkele partij een voorstel ter zake ingediend. Wat de grond van de zaak betreft is het niet zo dat de fiscale wet onlangs gewijzigd werd. Dit probleem bestaat al sinds jaren. Aan de oorsprong ligt een bijkomend belastingvoordeel dat enkel door alleenstaande gepensioneerden of steuntrekkers wordt genoten. Zij krijgen tot een bepaald inkomen een extra belastingvermindering die gehuwden niet krijgen. Bij de combinatie van pensioen en nog een beperkt ander inkomen is er in die schijf zelf sprake van een belastingval, omdat die extra belastingvermindering niet wordt toegepast. Van zodra de belastingplichtige ook maar een miniem bedrag aan ander gezamenlijk belastbaar inkomen heeft, bijvoorbeeld een onderhoudsuitkering, wordt geen bijkomende vermindering verleend, ook al ligt het inkomen van de belastingplichtige onder het referentieinkomen. Dergelijke problemen van belastingval kunnen we slechts oplossen wanneer we de extra belastingverminderingen voor zij die niet meer actief zijn durven in vraag stellen. De belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten verlaagt de belastingdruk op lage pensioenen en vervangingsinkomsten in belangrijke mate. Er is geen vergelijkbare verlaging van de belastingdruk op lage inkomsten uit een beroepsactiviteit. Wat maakt dat bij nochtans vergelijkbare draagkracht de belastingplichtigen met vervangingsinkomsten minder bijdragen dan belastingplichtigen met een activiteitsinkomen. De bijkomende vermindering vergroot dit verschil nog. Dit kan misschien besproken worden in de discussies die binnenkort zullen plaatsvinden wanneer de Verenigde Commissies de elementen van belastinghervorming bespreken. Ik dank u. Meneer Ansel. Ja, meneer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik denk dat het een juist en technisch correct antwoord is. Wie zou ik zijn om dat te gaan betwisten? En het is bovendien geen nieuw probleem. Dus ik ga helemaal niet beweren dat dat uw verantwoordelijkheid is, of de verantwoordelijkheid van uw voorganger, of zelfs niet de verantwoordelijkheid van de voorganger daarvoor. Maar we zitten hier bij een heel concreet punt. Mensen, en het gaat over vele mensen die een sowieso al niet erg hoog inkomen hebben, pensioen hebben, want het gaat over lage pensioenen. Een pensioenen tussen de 1150 en de 1300 euro bruto op maandbasis zijn geen hoge pensioenen. Ik vind dat we toch moeten onderzoeken of in dit geval we minstens moeten bekomen dat er geen verlaging is. En ik begrijp dat het probleem van de belastingval niet alleen hier kan opgelost worden en dat dat een zware ingreep is. U noemde het bedrag van 652 miljoen euro. Ik denk dat niemand zich dat kan permitteren. Maar wat we ons wel zouden kunnen permitteren, dat is dat we eenmalig die verhoging, die welvaartsaanpassing niet doen
en die bijhouden tot op het moment van een volgende welvaartsaanpassing, waardoor je er dan twee op dat moment hebt en waardoor er een verhoging is van het netto inkomen. Hou die 5% alsjeblieft vandaag in, want wat we nu doen is een verhoging van 5% geven en bij manier van spreken 6% afnemen. Ik denk niet dat we dat mogen doen. Ik weet dat dat niet zo vanzelfsprekend is, maar ik denk dat voor deze tienduizenden mensen het moet mogelijk zijn, want dat kost de regering niets, om die verhoging tijdelijk niet uit te voeren en bij gevolg ook niet als effect te hebben dat er een verlaging is van het netto pensioen. Ik vraag u niet om dat nu vandaag te beloven, ik vraag u alleen om te beloven om dat te onderzoeken. L'incident est gesloten. Alors, du jour est la question de Madame Arena au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur l'évasion fiscale dans l'industrie extractive en Afrique et en particulier en RDC. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ce vendredi 10 mai, le dernier rapport 2013 sur les progrès en Afrique intitulé « Équité et industrie extractive en Afrique » de l'Africa Progress Panel relève des pratiques assez graves en matière de sous-évaluation à travers lesquelles les sociétés vendent des biens à leurs filiales et ce à des prix inférieurs à ceux du marché pour produire de façon significative pour réduire de façon significative leur dette fiscale et les paiements qui y correspondent. Alors on est en plein dans la question de la lutte contre la fraude, mais c'est la lutte contre la fraude internationale, sinon j'aurais posé la question à M. Combé qui est derrière vous. Mais ici on est vraiment sur des pratiques internationales et ce rapport... Monsieur, on the linker side of the bank of the SPA, is a bit louder stemmen. Meneer van la Notte, meneer Anschel, we kunnen niet goed volgen hier, want jullie hebben een redelijk luide stem. Dank u om eens iets stiller te spreken. Alors ce rapport pointe particulièrement le cas de la RDC qui a perdu à l'occasion de 5 transactions seulement, donc 5 transactions, la somme de plus de 1 milliard 360 000 millions de dollars dans le domaine des concessions minières lors de ventes à d'obscures structures. Alors pourquoi je vous interroge sur cette question ? Ben, d'une part parce que ça concerne la RDC, mais d'autre part parce que ça concerne une société qui est une société basée à Londres mais qui est détenu par un Belge, et cette société mise explicitement en cause dans ce rapport serait allée elle seule à l'origine de la spoliation de plus de 560 millions d'euros concernant la République démocratique du Congo. Alors l'étude dit clairement que l'Afrique ne pourra pas s'en sortir toute seule, et c'est la raison pour laquelle je vous demande comment effectivement nous allons pouvoir aider nos partenaires africains à lutter contre cette fraude massive. Et donc, clairement, compte tenu du rapport, pouvez-vous nous dire ce que vous avez réalisé avec la République démocratique du Congo pour mettre en place des mécanismes de lutte contre cette fraude, qui est une fraude importante? Deuxièmement, avez-vous connaissance de cette société basée à Londres, mais dont le propriétaire est un propriétaire belge? Comment pouvons-nous et comment, au niveau d'initiatives diplomatiques, pouvez-vous prendre des initiatives en matière de transparence avec la RDC? Et est-ce qu'il y a déjà eu des avancées en matière de lutte contre les paradis fiscaux qui ont été initiées? Merci. Merci. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Madame Arena, chers collègues, je suis évidemment conscient du véritable problème que représente la vente à prix bradé du patrimoine du peuple congolais. Les estimations fournies, aussi bien dans le rapport que vous citez que par les acheteurs, sont bien sûr approximatives. C'est justement là le caractère pervers du mécanisme. Il sera très difficile de prouver un délit. Néanmoins, la société ENRC est une société de droit britannique. C'est donc à ce pays qu'il appartient d'en réguler l'activité. La nationalité d'un de ses actionnaires principaux n'entre pas ici en ligne de compte. Cette société ENRC a été impliquée dans l'affaire First Quantum, qui, il y a quelques années, avait sévèrement dégradé les relations entre la RDC et la Banque mondiale. En effet, dans le cadre de la révision des contrats miniers entamés en 2006,
la société canadienne First Quantum, associée à la Société financière internationale et ses filiales de la Banque mondiale, s'est vue retirer les droits d'exploitation de plusieurs sites miniers au Katanga. Ce dossier a retardé les négociations du Club de Paris pour l'effacement de la dette congolaise. Et par l'implication de la SFI, il a donc aussi détérioré les relations entre la Banque mondiale et la RDC. En janvier 2012, un accord a été trouvé entre First Quantum et la société ENRC qui avait repris les droits d'exploitation de ces mines. First Quantum a cédé ses droits sur ces trois mines pour 1,25 milliard de dollars américains. La Belgique, comme vous le savez, soutient les réformes administratives entreprises par le gouvernement congolais. L'action de l'actuel Premier ministre est encourageante de ce point de vue, même si l'essentiel reste à faire. Nous avons pris aussi des initiatives à l'échelon des Nations Unies, en partenariat avec le Gabon notamment, pour mettre en avant une initiative en ce qui concerne la transparence dans la gestion, notamment des contrats miniers, connaître l'existence des contrats, les co-contractants, les montants de ces contrats. Une initiative qui rassemble un certain nombre de partenaires. Vous aurez aussi noté l'insistance du FMI pour obtenir la publication des contrats miniers et les mesures très dures que le Fonds a pris contre l'État congolais face à la non-publication d'un d'entre eux, ce que nous avons à l'époque soutenu. Je note que la presque totalité des contrats sont publiés, à l'exception notable du contrat Comidé. Des contacts entre la Banque centrale du Congo et le FMI ont récemment eu lieu et les explications fournies par le gouvernement congolais semblent satisfaire le FMI, qui enverra une mission au Congo en juillet afin d'entamer les négociations en vue d'un nouveau programme. Il convient cependant de souligner que la publication de ces contrats ne veut pas encore dire qu'ils soient pour autant équitables. La Banque mondiale pose aussi certaines conditions pour l'octroi de ses prêts et a actualisé la fameuse matrice de bonne gouvernance que le gouvernement congolais devra suivre. Enfin, je note aussi quelques développements au niveau national, comme les discussions avancées sur le projet de nouveau code minier que nous suivons régulièrement à travers notre ambassade. Alors, bien entendu, pour les mesures prises au plan international contre les paradis fiscaux, cette question relève davantage des compétences de mon collègue des finances, mais je vais vous préciser que en concertation avec mon collègue de la coopération, nous essayons de voir comment, à l'occasion de chacun des contacts avec les autorités congolaises, on peut avancer dans cet accroissement de la transparence dans la gestion des contrats miniers et, au-delà des contrats miniers, de tous les contrats d'exploitation des ressources naturelles. Je pense que c'est un point que l'on doit sans cesse remettre en avant, comme nous le faisons en bilatéral ou comme on le fait à travers des organisations comme le Fonds monétaire ou la Banque mondiale. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Sénatrice Arena, vous voulez répliquer ? Merci, Monsieur le Ministre, pour les informations. Et on voit tant que sur la scène internationale qu'au niveau de la RDC, il y a une prise en considération de la question de l'évasion fiscale. Mais comme vous le disiez, tant qu'il y aura des paradis fiscaux qui permettront à des entreprises et des montages obscurs de faire des prix de transfert, simplement d'acheter à bas prix pour ne pas payer le dû au niveau Afrique, et de revendre cher au départ de ces paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts par rapport aux pays qui vont recevoir, eh bien, nous n'aurons pas de solution. Et donc, je reposerai cette question au ministre des Finances pour voir quelle est l'attitude à prendre sur la scène internationale, dans la mesure où on réglera les paradis fiscaux sur la scène internationale, quelle sera la position de la Belgique en la matière. Merci. L'incident est clos. Aan de orde is de vraag van collega Vermeulen aan de vice-eerste minister van Buitenlandse Zaken over Somaliland. Mevrouw de voorzitter, meneer de minister. Somalië prijkt al jaren bovenaan de lijst van failed states, maar voor het eerst sinds jaren is er licht aan het eind van de tunnel. In 2011 verjoegen troepen van de Afrikaanse Unie de islamitische Al-Shahab-militie uit de hoofdstad Mogadishu. En een jaar later werd Hassan Sheikh Mohamud tot president verkozen. Sindsdien kent het land een voorzichtig herstel. Op 7 mei dit jaar zijn in Londen de wereldleiders samengekomen voor een conferentie over de internationale steun aan Somalië. Aan de conferentie in Londen deden meer dan 50 landen mee. Ze willen hun steun betuigen aan de nieuwe regering van Somalië en de eerste beloftes zijn al gemaakt. De Europese Unie heeft laten weten dat ze 44 miljoen uittrekt voor de uitbouw van het Somalische rechtssysteem, helemaal vernietigd na jaren van burgeroorlog en clanconflicten. Volgens de Europese Commissaris voor Ontwikkeling is dat een belangrijke stap voor verder herstel. De uitdagingen voor de Somalische regering zijn enorm. Grote gebieden in het zuiden van het land zijn in de handen van de Al-Shahab-militie
en de regering is volledig afhankelijk van de internationale gemeenschap voor haar inkomsten. Bovendien scheuren zich in 1990 twee staten af van de rest van het land, Somaliland en Puntland. Die hebben hun eigen instellingen en systemen uitgebouwd, maar worden door de internationale gemeenschap niet erkend. Daarom wensen de Somali-conferentie niet bij te wonen en dreigen zij nu naast de buitenlandse steun te grijpen. Hierover heb ik de volgende vraag. Daar Somaliland geen erkenning geniet, kan het ook niet rechtstreeks rekenen op de ontwikkelingshulp. Alle hulp moet volgens via Mogadishu worden afgeleid. Worden er in de diplomatieke wereld openingen gemaakt naar Somaliland om ook daar het welzijn en de ontwikkeling van de bevolking voorop te stellen? Ik kijk uit naar uw antwoord. Dank u, collega. Het woord is aan de heer minister. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Vermeulen, collega's. De niet-erkenning van Somaliland, behorend tot het grondgebied van Somalië, betekent niet deze regio geen ontwikkelingshulp ontvangt. Naast het feit dat de hulp van de Europese Unie en de Verenigde Naties aan Somalië ook ten goede komt aan Somaliland, in algemene zin, is Somaliland ook ontvanger van gerichte steun. Zo ondersteunt de Europese Unie de volgende sectoren in Somaliland: economische ontwikkeling, in het bijzonder infrastructuur werken, onderwijs, bestuur, ondersteuning van de publieke sector, de politie, de rechterlijke instanties, de democratische instelling, de verkiezingsprocessen en het maatschappelijk middenveld in Somaliland. Rekening houdende met het duidelijke politiek engagement van Somaliland in zaak de hervorming van de publieke sector, werd deze bijstand versterkt en uitgebreid, met name op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën. We zijn al bezig langs de Europese Unie in Somaliland. België is ook aanwezig in Somaliland via het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid. Het BFVZ-programma heeft betrekking op de basisbehoeften, voedsel, gezondheid, water en basisinkomen in 9 districten van Somaliland. Dank u, meneer de minister. Mevrouw Vermeulen. Dank u voor uw antwoord. Het lijkt mij zeer belangrijk dat ook Somaliland kan genieten van de ontwikkelingshulp. Want het welzijn en de ontwikkeling van de bevolking in Somalië en Somaliland moet voorop blijven staan. Ik wil wel nog enige vrees meegeven die ik heb, dat de vooruitgang die geboekt is op institutioneel gebied niet mag bedreigd worden door internationale desinteresse. Dus ik hoop dat er voldoende aandacht kan blijven gaan naar Somaliland en we zullen ook deze problematiek blijven opvolgen. Incident is gesloten. Aan de orde is de vraag van senator Johan Verstreken aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de rechten van de oppositie in Rwanda. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Goedemiddag, meneer de minister. Mensenrechten, daar gaan we het nog vaak over hebben. En we kunnen natuurlijk niet alle problemen in de wereld oplossen. Maar aangezien we met ons land toch wel een band hebben met Rwanda van vroeger, wens ik toch deze vragen hier ook te stellen. Uitgerekend op het moment dat ik deze vraag stel, laten zich twee mensen opsluiten hier een eind verderop op de Kunstberg in een gevangenis om aan te tonen wat niet-democratische mensen en niet-democratische politici ter wereld kunnen verrichten met mensen die democratische principes niet volgen. Twee mensen hier zullen 48 uur symbolisch opgesloten zitten en enkel leven van water en brood om een aantal zaken aan te klagen. Op het moment dat Amnesty International ook een kritisch rapport over de rechtszaak van Rwanda van oppositieleider Victoire Ingabire uitbrengt, werden op 25 maart Sylvain Sibomana, waarnemend secretaris-generaal van de FDU, en enkele medestanders gearresteerd. Ze wensen in proces te gaan, in beroep, tegen mevrouw Ingabire van het FDU om dat bij te wonen. Zij wensen dat proces bij te wonen en op beschuldiging van minachting voor het openbaar gezag, aanzet tot opstand tegen de bevolking en deelname aan een illegale manifestatie, werden zij opgesloten. Dat is een duidelijke miskenning van de rechten van de oppositie en een hele reeks artikelen van het internationaal verdrag in zaken burgerrechten en politieke rechten. Op 10 april werd hun arrestatie met 30 dagen verlengd
En intussen zitten betrokkenen nog steeds opgesloten. Tegelijkertijd bereiken ons alarmerende berichten dat Sylvain Sibomana en een medestander door leden van de Veiligheidsdienst mishandeld zouden zijn op 10 mei jongstleden. En tevens kan de heer Sibomana geen aanspraak meer maken op aangepast voedsel, omdat hij dus die zou moeten gebruiken om medische redenen. Nochtans is er een recht dat aan de andere Rwandese gevangenen wel wordt gewaarborgd. Er is hier duidelijk sprake van twee maten, twee gewichten en een schending van de mensenrechten. Daarom aan de minister de volgende vragen. Bent u op de hoogte van deze arrestaties en mogelijke mishandelingen? Zo ja, heeft u hierover reeds contact gehad met de Rwandese autoriteiten? Welke stappen heeft ons land al dan niet in samenspraak met de EU gezet om de rechten van de oppositie in Rwanda te waarborgen? Welke gevolgen geeft u aan het Amnesty-rapport Justice in Jeopardy, the first instance trial of Victoire Ingabire? En volgt ons land in samenspraak met de andere EU-lidstaten het proces in hoge beroep op tegen mevrouw Ingabire? Tot hier voorlopig deze vragen. Dank u, collega. Het woord aan meneer de minister. Dank u, mevrouw de voorzitter, meneer Verstreken. Collega's, twee militanten van de Forse Democratische Unie, FDU, secretaris-generaal Sylvain Sibomana en Dominique Cherambere, werden inderdaad door de politie aangehouden toen ze samen met een twintigtal militanten van de partij deelnamen aan een betoging voor het gebouw van het Hoge Rechtshof in Kigali. We worden regelmatig ingelicht over de zaak Sibomana. Het verhaal werd door ons aangekaart bij de posthoofden van de Europese Unie ter plaatse en bij het internationaal comité van het Rode Kruis. Op 25 maart jongstleden ging voor het Hoge Rechtshof het proces in beroep van start in de zaak tegen Victoire Ingabire. Mevrouw Ingabire en het parket hadden beroep ingesteld tegen het gerechtelijk vonnis dat de leidster van oppositiepartij FDU veroordeelt tot 8 jaar cel. Uiteraard volg ik dit proces op de voet. Onze ambassade is samen met de delegatie van de Europese Unie aanwezig op elke zitting van het Hoge Rechtshof. Het proces in eerste aanleg werd inderdaad gekenmerkt door enkele zwakheden, maar het werd ernstig en professioneel geleid en het kan dus niet zomaar afgewezen worden. Maar het moet nog verder gaan in een opvolgend proces waar de verschillende sessies in de verschillende juridicties en ik moet zeggen wel volgen ook de situatie in samenwerking met de Europese Unie voor wat de vrijheid van niet alleen de verschillende politieke partijen maar ook de pers in Rwanda. Dank u, meneer de minister. Collega Verstreken. Dank u wel, meneer minister, voor uw antwoord. Ik wil er nog eens op duiden ook dat u toch ook de vraag zou mogen stellen of doorgeven aan de instanties in Rwanda dat mishandelingen in gevangenissen uit een boze zijn, zeker als het gaat over oppositie en voor eenvoudige zaken. Hier gaat het over illegale manifestatie, minachting van openbaar gezag. Ik denk dat er veel mensen in de gevangenis zouden moeten opgesloten worden hier bij ons. Maar mishandeling is duidelijk uit de boze. En mishandeling ook om getuigenissen af te dwingen kunnen niet door de beugel. Maar daar zullen u het ongetwijfeld wel mee eens zijn, als u die bekommernis ook wil doorgeven aan de autoriteiten. Het incident is gesloten. Aan de orde, l'ordre du jour est la question de monsieur Depré à la ministre de la Justice sur le classement sans suite de près d'un dossier sur deux de viol collectif entre 2009 et 2011. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, d'après les informations fournies par le Collège des procureurs généraux, le nombre d'affaires de viol transmises au parquet entre 2009 et 2011 a augmenté de 20%. Le nombre de PV issus des services de police a augmenté de 17%, tout comme le nombre de plaintes avec constitution de partie civile, qui enregistre une hausse de 58%. Toujours selon le Collège des procureurs généraux, 232 viols collectifs
auraient été commis en 2012 dans notre pays, soit pas moins de 5 par semaine. Malheureusement, entre 2009 et 2011 inclus, 44% des dossiers de viol collectif ont été classés sans suite, et dans plus de la moitié des cas, il s'agissait de dossiers classés pour insuffisance de preuves, cause première de l'impunité. Face à ce triste constat, le parquet général de Liège a été chargé, en partenariat avec l'Institut de criminologie et de criminalistique, d'évaluer notamment l'utilisation par la justice et la police du fait d'agression sexuelle, à savoir collecte d'échantillons et de vêtements au cours d'un examen médical après une agression sexuelle. D'autre part, il semblerait que le problème soit également budgétaire, puisque s'il est d'usage de procéder à un frottis après un viol, il apparaît que 2 frottis sur 3 ne seraient pas analysés, soit qu'il s'agisse de raisons économiques, soit sur décision du parquet. Madame la ministre, puis-je vous demander si vous confirmez les chiffres que j'ai cités en ce qui concerne le nombre de viols collectifs commis dans notre pays et le nombre de ceux qui sont classés sans suite. Et considérez-vous également le fait que certains magistrats, confirmez-vous également le fait que certains magistrats, semble-t-il, ne feraient pas procéder systématiquement à des analyses ADN, et si oui, en connaissez-vous les raisons? Deuxième question. Comment l'arrêté royal d'exécution permettant l'entrée en vigueur de la loi ADN du 7 novembre 2011, qui concerne notamment les conditions d'ouverture d'une analyse génétique et la zone d'exclusion judiciaire, quand cet arrêté royal sera-t-il pris? Quand l'évaluation de l'utilisation du fait d'agression sexuelle sera-t-elle clôturée? Merci de votre réponse. Merci, sénateur Depré. La parole est à Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chers collègues. Il est effectivement vrai que l'on note une augmentation du flux entrant d'affaires de viol dans les parquets. Elle s'explique principalement par une forte augmentation du nombre de constitutions de parties civiles. On pourrait en déduire que le nombre de viols en tant que tel a augmenté, mais j'espère que cela indique plutôt que la victime d'un viol s'exprime plus souvent et ose porter plainte. En effet, traditionnellement, le dark number concernant les viols est considéré comme étant très élevé. Une victime reste souvent de la honte et de la culpabilité, le fait qu'il y ait donc plus d'affaires de viol entrant dans les parquets via une plainte peut donc également être un signal encourageant que les victimes osent de plus en plus souvent faire la démarche de s'adresser à la police et à la justice. Il ressort également de ces mêmes chiffres que le taux de classement sans suite affaires de viol, 44%, reste toujours trop important et que cela est principalement dû à un manque de preuves, 55%. Pour cette raison, il est effectivement d'une importance cruciale que l'examen corporel à l'aide de cette agression sexuelle et le prélèvement de traces éventuelles d'ADN se fassent rapidement et correctement. Comme vous l'indiquez vous-même, l'INCC et le service de politique criminelle de mon département sont actuellement chargés d'effectuer une importante évaluation de la circulaire 10/2005 relative au fait d'agression sexuelle. Je souhaite également ajouter une remarque. Vous évoquez également des chiffres du Collège des procureurs généraux concernant les viols collectifs que vous liez au taux de classement sans suite. Je vais m'informer davantage sur ces chiffres étant donné que les analystes statistiques du Collège ne disposent pas d'un code spécifique enregistré l'aspect collectif du viol. Je m'étonne donc de ces chiffres, mais je vais bien évidemment demander les chiffres et les résultats. L'évaluation de la circulaire 10/2005 est une évaluation de grande ampleur. Elle est cependant plus étendue que ce que vous dites dans votre question. En effet, la police et la justice ne sont pas les seuls à être interrogés sur l'utilisation du SAS.
Pour être précis, les questionnaires ont été envoyés à tous les parquets, aux parquets généraux, aux 27 juges d'instruction, aux maisons de justice, ainsi qu'aux 195 zones de police et à la police fédérale. Plusieurs médecins légistiques, hôpitaux et laboratoires ont également été interrogés. Je peux confirmer que cette consultation est terminée, que l'analyse des questionnaires le sera bientôt également. Quelques interviews sont encore en cours de réalisation afin de pouvoir répertorier certaines bonnes pratiques ainsi que les principaux problèmes. Le magistrat n'est pas légalement obligé de faire effectuer un prélèvement et une analyse d'ADN. La loi du 30 novembre 2011 prévoit toutefois, ce qu'il décide de ne pas faire analyser un échantillon, le magistrat doit fournir des explications à la victime. Cette question a été posée dans le cadre de l'étude d'évaluation et je peux déjà vous confirmer que certains magistrats ont en effet répondu qu'ils ne faisaient parfois pas analyser des échantillons. Les raisons invoquées pour cette décision sont principalement les suivantes. La culpabilité manifeste l'auteur par un autre moyen de preuve. L'innocence manifeste l'auteur et les plaintes manifestement fausses qui malheureusement sont également une réalité. Le projet d'arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 1999 relatif à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 est dans sa phase finale. Le projet est adapté suite au avis du Collège d'État et du Collège des procureurs généraux et va maintenant être soumis pour avis au ministre du Budget. On s'attend à ce que le projet soit publié après cet avis. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Depré. Oui, Madame la Présidente, je remercie Madame la Ministre pour le caractère détaillé de ses réponses. Je confirme que si les chiffres que j'ai avancés ne sont pas exacts, je prendrai bonne note des corrections qu'elle me transmettra. Et je la remercie d'avoir indiqué que son arrêté royal permettant l'exécution de la loi du 7 novembre 2011 est dans sa phase finale. J'espère que cette phase finale ne sera pas trop longue. Merci. Merci, dank u. Aan de orde is de vraag van collega Stevens aan de minister van Justitie over het opleggen van een dwangsom wegens het gebrek aan behandelingen voor een geïnterneerde. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste mevrouw de minister, beste heren. Zoals u weet, mevrouw de minister, de Belgische staat werd al vaak veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten van de Mens wegens het beleid, of beter gezegd, het ontbreken ervan ten aanzien van geïnterneerden. Onlangs is daar een nieuw hoofdstuk bijgekomen, want nu heeft ook de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Belgische staat veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van maar liefst 5.000 euro per maand, zolang een geïnterneerde man geen therapie krijgt. Aangezien er meer dan 1.100 geïnterneerden zijn die geen behandeling krijgen, kan dit precedent zeer vergaande gevolgen hebben. Ik hoop dan ook dat het vonnis de minister ertoe aanzet om eindelijk de koe bij de horens te vatten. Maar ondertussen raakte bekend dat de Belgische staat beroep heeft aangetekend tegen deze beslissing, wat uiteraard begrijpelijk is vanuit het oogpunt van een Belgische staat, maar hiermee komen we natuurlijk geen stap verder. Er circuleert nu wel een voorstel van een meerderheidspartij, helaas niet uw partij, om een zorgplan op te maken en daarvoor 10 miljoen euro vrij te maken bovenop het normale budget voorzien voor de nieuwe forensische psychiatrische centra. Daarom had ik graag antwoord gehad op de volgende vragen. Beste mevrouw de minister, hoe reageert u op het voorstel van de meerderheidspartij om een zorgplan voor geïnterneerden op te maken en hiervoor 10 miljoen euro uit te trekken? Zijn alle federale regeringspartijen hiermee akkoord? Wat is op dit moment de stand van zaken?
Wat houdt het zorgplan concreet in en zal het nog voor de federale verkiezingen van 2014 behandeld en goedgekeurd worden? En waar zal tenslotte die 10 miljoen euro vandaan gehaald worden? Ik ben nieuwsgierig naar uw antwoord. Dank u wel. Mevrouw de minister, met het woord. Ik kan u garanderen, zoals ik al meermaals gezegd heb, zowel hier in de plenaire zitting als in de commissievergaderingen, dat de Belgische regering, de federale regering, zich ten volle bewust is van de problematiek van de geïnterneerden. Dat is ook de reden waarom we op dit ogenblik volop bezig zijn met de bouw van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent voor 272 plaatsen en ook met de bouw van een soortgelijke instelling in Antwerpen, 180 plaatsen, dat voorzien is. U zal vernomen hebben dat de aankondiging van de aanbestedingsopdracht voor het FPC Gent is gepubliceerd op 25 maart 2013 en dat er op dit ogenblik wordt overgegaan tot het finaliseren van het bestek voor de uitbating. De externe partner aan wie de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum zal worden toevertrouwd, zal instaan voor zowel de zorg, de hotelfunctie als voor de veiligheid. Daarbij moet rekening gehouden worden met de normen van volksgezondheid op het gebied van zorg en de normen van justitie wat betreft veiligheid. De aanduiding van de uitbater zal gebeuren tegen het einde van dit jaar. Voor Antwerpen is de procedure tot aanduiding van de aannemer opgestart en er hebben 10 bouwbedrijven zich kandidaat gesteld. Met deze 2 gebouwen zal de capaciteit in Vlaanderen niet alleen met bijna 500 plaatsen verhogen, maar zal het ook een enorme kwalitatieve verbetering ondergaan. Het feit dat geïnterneerden in Vlaanderen beter en sneller worden opgevangen, zal er komen door de aangepaste structuur en zal er ook moeten voor zorgen, want dat is de uiteindelijke bedoeling, dat ze doorstromen naar het gewone zorgcircuit, waarbij ik ervan overtuigd ben dat ook Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen. Want het kan niet de bedoeling zijn om forensische psychiatrische centra te bouwen, om mensen daarin levenslang op te sluiten. De bedoeling is om hen beter te maken, zodanig dat ze door kunnen stromen naar het gewone zorgcircuit voor een heel aantal van de gevallen. Ook voor Wallonië werken wij aan een oplossing en wordt er bijvoorbeeld gekeken naar een uitbreiding van de reeds bestaande instelling van Pijven. Uiteraard steun ik iedereen om bijkomende middelen vrij te maken voor de zorg van de geïnterneerden, naast alle investeringen die zullen worden gemaakt in de FPC's. Maar ik roep ook de gemeenschappen op om binnen het kader van hun eigen bevoegdheden ook middelen vrij te maken om deze problematiek op te lossen. Alleen op het federale niveau. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen, maar ook de gemeenschappen moeten door ervoor te zorgen dat er voldoende plaatsen is in het gewone zorgcircuit. Ook hun verantwoordelijkheid opnemen. En ik steun uiteraard alle wetsvoorstellen die daarover bezig zijn. We zijn zelf ook bezig met een aanpassing van een wetsontwerp over de geïnterneerden. Maar uiteraard, zolang de budgettaire middelen voor bepaalde aspecten niet vrijgemaakt zijn, heeft het ook geen zin om de wetgevende initiatieven te stemmen. Dank u, mevrouw de minister. Mevrouw Stevens. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Maar ja, het was zeer interessant om te vernemen wat de stand van zaken is wat betreft de uitbating van het centrum in Gent en de bouw van het centrum in Antwerpen. Maar dat was wel mijn vraag niet. Mijn vraag was wat uw reactie was op het voorstel van collega Anciot in verband met die 10 miljoen euro vrij te maken. En ik heb daar geen antwoord op gekregen. Oké, het voorstel van collega Anciot bewijst toch dat er wel een reëel probleem is. Als alles goed zou zijn, waarom zou er dan extra miljoenen nodig zijn? Of een voorstel nodig van de heer Anciot? Ik heb nu niets nieuws gehoord. Bovendien hebt u ook niet geantwoord op het probleem van het feit van het ontbreken van een behandeling van de geïnterneerden. Het nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum zal nog niet
zal toch niet alle geïnterneerden in België kunnen van dienst staan. Dus het probleem blijft wel. Ik juich natuurlijk iedere stap in de goede richting toe. Maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel werk aan de winkel. En ik heb helemaal geen antwoord gekregen op mijn concrete vragen. En ik betreur dat. Dank u wel. Mevrouw de voorzitter, ik wil daar geen onduidelijkheid laten over bestaan, want ik denk dat ik niet langer dan 3 of 4 weken geleden exact gezegd heb dat ik alle steun verwelkom en uiteraard dus ook de steun en het wetsvoorstel van collega Ancio, maar dat het uiteraard eerst de knoop zit bij de nodige budgettaire middelen vrijmaken. Maar ik heb dit hier al meermaals in de Senaat in verschillende zittingen bevestigd. Ja, mevrouw Stevens, het parlement heeft altijd het laatste woord, dus wilt u nog repliceren? Nee. Ja, goed. Dat is juist, mevrouw de minister. Maar ik heb ook voorgaande verslagen gecontroleerd. En ik begrijp dat u ieder initiatief steunt, ja. Maar dat is geen antwoord op de vraag, zal de regering effectief middelen vrijmaken? Dat was mijn vraag. Maar goed, dat zal vervolgd worden dan. Oké, het incident is gesloten. Ben benieuwd. Aan de orde is nu de vraag van collega Maas aan de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over de achterstallige kredieten van particulieren. U heeft het woord, collega. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega's, meneer de minister. Deze week namen we kennis van de jongste cijfergegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Dit leidde tot verschillende krantenkoppen zoals leninglast weegt zwaarder dan ooit, nieuw triest record voor onbetaalde rekeningen of wat neutraler, meer dan 335.000 Belgen hebben betalingsachterstand op kredieten. De statistieken geven aan dat er in april jongstleden in vergelijking met vorig jaar 4% meer Belgen een achterstand hadden opgelopen met het afbetalen van hun aangegane leningen en lopende kredieten. Het gaat concreet over 335.375 personen, goed voor een volume van ongeveer 2,84 miljard euro aan belastingachterstanden. Deze cijfers omvatten zowel consumentenkredieten als hypothecaire kredieten. Meer in detail bekeken neemt het aantal consumentenkredieten toe met 2,1% en het aantal achterstallige consumentenkredieten met 4,7%. Consumentenkredieten omvatten hier leningen op afbetaling, verkopen op afbetaling, financieringshuringen en kredietopeningen. De heer Mechels van Testaankoop gaf eveneens zijn visie op deze cijfers en vervolledigde die met de volgende waarschuwing. De cijfers bieden vooral een beeld uit het verleden en volgens hem is er echter onvoldoende coherente informatie over welke leninglast elke burger op zich neemt, waardoor die in de praktijk ook minder beschermd wordt. Ik had dan ook graag van u vernomen welk initiatief u van plan bent te nemen om de burgers in de toekomst beter te beschermen tegen afbetalingsrisico's. Behoort dit tot de serie wetboeken over economisch recht of is dit een losstaand initiatief? En overweegt u een uitbreiding van de registratie van schulden richting een volwaardige schuldencentrale, zoals bijvoorbeeld in buurland Duitsland bestaat, waardoor ook huurachterstallen, onbetaalde telecomrekeningen, energiefacturen en dergelijke meer transparant en alomvattend in beeld gebracht kunnen worden? Het woord aan meneer de minister. Minister van Landotte, het woord is aan u. Mevrouw de voorzitter, geachte collega. De cijfers geven inderdaad een stijging aan van het aantal mensen die in achterstal voor zijn krediet in zit. Ik moet er één opmerking wel bij maken, dat is dat ook het aantal kredietvragen is gestegen. Dus als het aantal stijgt, maar ook het totaal aantal kredieten is verhoogd. Dat betekent, men heeft het over een verhoging denk ik van 4%, denk ik, zegt u. Dat is in de absolute cijfers zo. In relatieve cijfers
stijgt het aandeel kredieten die niet terugbetaald is van 5,1% naar 5,3%. Dus ook relatief gezien is er een stijging. Die stijging is een klein beetje minder misschien dan in absolute cijfers eerst zou blijven. Maar dus al niet te min dus. 5,1% van de mensen die krediet hebben, konden niet betalen en nu is dat 5,3%. Dat is een stijging. Ik denk dat heel de discussie over het consumentenkrediet, dat we dat heel erg moeten aanhouden, omdat het is inderdaad toch een knipperlicht dat we krijgen continu. Mijn bedoeling is dat we in het evolutie van het economisch wetboek, dat we een boek specifiek voor de kredietverlening nemen. Dat heeft even vertraging opgelopen, omdat heel de discussie is geweest, gaan we enkel consumentenkrediet doen, of gaan we consumentenkrediet en hypothecair krediet samen behandelen. We hadden eerst gedacht van hypothecair krediet niet te doen, maar bon, de evolutie op Europees vlak is nu zo dat we dat toch gaan van de eerste keer klaar moeten hebben. De teksten voor consumenten en hypothecair krediet zijn nu klaar. En we hebben maandag ten andere, op de vrije dag, hebben we een specifieke vergadering op het kabinet om die teksten nog eens helemaal te doorlopen. Daarna gaat dat naar een werkgroep van de regering om daarna naar de ministerraad te komen. Dus zodanig dat we, laten we zeggen in de maand juni, hoop ik toch, met dat wetsontwerp kunnen rond zijn. En u weet, ik denk dat ik dat ook in de Senaat al eens gezegd heb, mijn basisbeginsel dat we willen hanteren, maar waarvan ik ga moeten kijken hoe het in de regering ligt natuurlijk. Basisprincipe is dat wanneer iemand een consumentenkrediet heeft, waarbij achterstand heeft in betaling, dat er geen nieuw kan gegeven worden om zo over aanbod en te felle schuldopstapeling zou kunnen gebeuren. De FOT-economie is bovendien op dit moment de laatste handen aan het leggen. Eigenlijk is de brochure gedrukt verleden week. Die bijkomende toelichting geeft bij de Belgische regeling met zeer eenvoudige vragen, zodanig dat we daar toch wat extra informatie geven. Wanneer de wet gewijzigd wordt, gaan we dat weer wat moeten aanpassen, maar het is een boekje dat met heel eenvoudige vragen werkt en op die manier zou ook moeten heel toegankelijk zijn. Dus een nieuwe wet, extra informatie en ik hoop in elk geval dat we daardoor het probleem, want het probleem is reëel, dat we daar toch iets kunnen aan doen. Het woord aan mevrouw Maas voor de repliek. Dank u wel voor uw antwoord. Ik denk dat het aantal consumentenkredieten niet zo sterk is toegenomen, maar dat is een kleine detail. Het verheugt mij van te vernemen dat u daar inderdaad werk van maakt. Ik heb wel geen antwoord gekregen op mijn vraag of u daar ook andere schulden ging bij in opnemen of dat u het beperkt tot de kredieten. Oké, dank u. Het incident is gesloten. En aan de orde is nu de vraag van collega De Winter aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Minister Crombez zal antwoorden op die vraag over de sociale fraude in de bouwsector. Wel, minister, de voorbije dagen is er in de pers een en ander verschenen omtrent het feit dat in de pers dat in Vlaanderen, maar ik denk ook elders in ons land, Oost-Europese bedrijven, onder andere Poolse, Bulgaarse en Roemeense bedrijven, aan dumpingprijzen allerlei diensten aanbieden. Het gaat over renovatiebedrijven, bouwbedrijven, schildersbedrijven en dergelijke meer. Sinds het feit dat deze landen lid zijn geworden van de Europese Unie, geeft hen dat de mogelijkheid om aan de tarieven van het land van herkomst hier allerlei activiteiten
te verrichten. Maar dat zorgt natuurlijk voor oneerlijke concurrentie, dat weten we ondertussen. Dat zorgt voor schijnzelfstandigheid, dat zorgt voor sociale dumping. Dat zorgt ook wellicht voor heel wat sociale fraude. En aan de ene kant krijgen we zeker toch wel wat discriminatie ten aanzien van onze eigen arbeiders, die natuurlijk beschermd worden door de Belgische werkgever. En anderzijds diegenen die aan het minimumloon werken volgens de arbeidsomstandigheden van hun thuisland. Ik weet dat de staatssecretaris Colombé daaromtrent reeds een aantal acties heeft aangekondigd. Maar in de praktijk blijkt dat toch niet echt te leiden tot een beperking van dit soort van initiatieven, wel in tegendeel. En daarom mijn vraag aan u ligt enigszins voor de hand. Welke maatregelen denkt men te nemen om dit soort van mogelijke malafide praktijken van Poolse, Roemeense, Bulgaarse bouw, renovatie, schilderen en andere bedrijven tegen te gaan en onze werknemers die beschermd worden door de Belgische wetgeving als dusdanig uiteindelijk te vrijwaren en te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van sociale dumping, niet het slachtoffer worden van dit soort van praktijken van schijnzelfstandigheid en andere die leiden tot de discriminatie van onze eigen werknemers. Dank u, collega. Het woord is aan de minister. Dank u voor de vraag. Ik denk dat de uiting in de pers en de artikels een zoveelste uiting is van iets dat al een hele tijd bezig is en eigenlijk vooral eerst zichtbaar is geworden in de transportsector. Er is vandaag ook een grote actie geweest aan de kust. En misschien daarmee beginnen, omdat dat de conclusies weergeeft. De eerste conclusie is, wij hebben in de voorbije maanden heel wat wetswijzigingen hier in het parlement voorgelegd die gestemd zijn ondertussen, die allemaal op deze materie betrekking hebben. Wij zitten nu in de fase waar dat de uitvoeringsbesluiten, omdat we dat vaak samen met de sectoren bespreken die besluiten, die uitvoeringsbesluiten aan het verschijnen zijn. Er zijn er een paar verschillende voorbije dagen en waarbij we de gecoördineerde acties op het terrein aan het verhogen zijn. Deze in de transportsector vandaag is daar een uiting van. Dat is een eerste conclusie. Tweede conclusie. Het is inderdaad zo dat na de openstelling van de grenzen men ook in Europa had gezegd we gaan begeleidende maatregelen moeten nemen. Of dat nu naar de minimumlonen en de bescherming is of zeer specifiek in sectoren en ook daar noemde men de transportsector. Die maatregelen zijn er niet. En daar is de conclusie dat op de maatregelen die we zelf nemen, dat Europa daar ook altijd of toch vaak heel wat vragen bij stelt. En ook dat is hier al vaak voorwerp geweest. Dat zijn de twee conclusies. Wat betekent dat nu concreet? Ten eerste, er zal Europese samenwerking nodig zijn. Vroeger is vaak gezegd, je kunt het alleen Europees oplossen. Die houding heeft deze regering niet aangenomen. We hebben gezegd, we gaan als regering zelf zoveel mogelijk oplossen. Maatregelen nemen om zowel de sociale dumping als de oneerlijke concurrentie tussen bedrijven te minimiseren. Ondertussen zijn meer en meer landen zelfvragende partij en op zoek om coördinatie te hebben om die twee fenomenen te bestrijden. Dan twee, wat hebben we allemaal vorig jaar en begin dit jaar als maatregelen genomen? Zaken die in het parlement gestemd zijn en die eigenlijk een instrumentarium moeten bieden aan de inspecties om dit veel daadkrachtiger te kunnen tegengaan. Dat is de wet op de schijnzelfstandigheid, waar we sector per sector maatregelen nemen en in overleg met de sectoren. Ik wil daar ook vermelden, als men zegt het is moeilijk en het gaat traag, zeker wat schijnzelfstandigheid betreft. We hadden daar statistieken in 2011 waar bleek dat het aantal nieuwe starters in België op een piek zat in een economisch moeilijk moment. Die piek was voor een groot stuk te verklaren door nieuwe zelfstandigen uit Roemenië en Bulgarije die geen zelfstandigen bleken te zijn. Ondertussen zijn die cijfers weer gedaald. Dus er is wel degelijk effect van maatregelen die daar genomen zijn. Dus eerst de schijnzelfstandigheid, twee, hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen en voor schulden. Ook dat komt nu in uitvoering.
3, de Limosa-meldingsplicht, waar het Europees Hof heeft gezegd het is nodig om tegen die sociale dumping te strijden, maar finaal het gebruik van Limosa had vernietigd, omdat de proportie tussen wat we vragen aan info en de diensten zelf, dat die niet in verhouding was. We hebben ondertussen beslist om die Limosa aan te passen, maar verder te zetten. Dus de meldingsplicht voor buitenlandse zelfstandigen is dat. En misschien de belangrijkste vind ik misbruik van detachering. Het AENA-test kan door de rechter nu in België genegeerd worden. Dat betekent dus als er een vermoeden is van fraude, volstaat het AENA-test niet meer om de rechtszaak niet verder te zetten. Dat was voorheen niet zo. Verbetering van het verbod voor ter beschikkingstelling. We hebben ook een aantal bijkomende aanwervingen gedaan in de inspectiediensten om die gecoördineerde acties en die controles te verhogen. We werken met data mining omdat we daar ook veel specifieker willen zijn in de selectie van bijvoorbeeld de werven of de transportbedrijven, schoonmaaksector, en er zijn er nog een paar die moeten gecontroleerd worden. Concluderend, wat betekent dat nu in concreto voor vorig jaar? 2012 heeft de SIOT, dus de opsporingsdienst voor het sociale luik, meer dan 14.000 gecoördineerde acties opgezet. Onder meer in het kader van de arrondissementcellen, waarvan 4.493 betrekking hadden op de bouwsector. Dat is een derde van de uitgevoerde controles. Bij die bijna 5.000 controles zijn er bijna 10.000 loontrekkenden en iets meer dan 2.000 zelfstandigen gecontroleerd. Dus in totaal gaat dat om meer dan 11.000 personen. En bij die 14.000 acties in totaliteit zijn bijna 31.000 personen gecontroleerd. Dat wordt nu met die nieuwe instrumenten nog versterkt. Dat moet in de komende weken en maanden. Dit gezegd zijnde, het blijft een Europees verhaal en dat betekent dat we de houding zullen blijven aannemen om als lidstaat zoveel mogelijk te kunnen doen. We zitten op zeer veel verschillende fronten. Het blijft een zeer moeilijke strijd. En ik ben het eens met die conclusies. Het heeft twee luiken. Het is een oneerlijke concurrentie tussen werknemers. Men kan vanuit Oost-Europese, maar ook Zuid-Europese lidstaten hier komen werken. Dat is het punt niet, maar men moet verloond en beschermd worden op dezelfde manier. En twee, het is oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Er zijn een aantal sectoren waar op dit moment bedrijven, en zeker KMO's of zelfstandigen in die sectoren, failliet gaan, louter en alleen door dit fenomeen. Dus de strijd daartegen opvoeren is de logica zelf. Dank u wel. Dank u, meneer de minister. Collega Duinter, wilt u repliceren? Dank u voor uw antwoord, minister. En u hebt een heel batterij aan maatregelen opgesomd die ook in de loop van vorig jaar al dan niet reeds werden geactiveerd of op zijn minst in stelling werden gebracht om in de toekomst te worden geactiveerd. Maar dat verhindert natuurlijk niet dat op dit moment de nood hoog is. Als we de pamfletten die momenteel in uw kentse in alle Antwerpse bussen zo wat vallen van Poolse en andere bouw- en renovatiebedrijven zien die hun diensten aanbieden tussen de 9 en de 13 euro per uur. En dan is het natuurlijk voor, om het even welk Vlaams of Waals of Brussels bedrijf, maakt niet uit, een onmogelijke zaak om daarmee de concurrentie aan te gaan wanneer men onder Belgische wetgeving valt. En de sector is langzaam maar zeker vertwijfeld. U hebt terecht aangehaald dat er nogal wat faillissementen zijn ten gevolge van heel deze omstandigheid. En ik denk dat het dringend noodzakelijk is dat er onmiddellijk gereageerd wordt ten aanzien van al dit soort van bedrijven, als het mogelijk is voor de media en de pers, om na te gaan wie wat doet enzovoort enzovoort. Dan moet dat toch ook denkelijk mogelijk zijn voor de sociale inspectie en andere overheidsinstanties om hetzelfde te doen en dit soort van mogelijk malafide bedrijven uiteindelijk snel te detecteren en ook aan te pakken wanneer noodzakelijk. En ik heb de indruk dat als ik het veelvoud van initiatieven dat zich ontwikkelt op dit moment, zeker in de grootsteden, overschouw, dat men langzaam maar zeker de strijd verliest en dat de overheid
geen greep meer heeft op het fenomeen en overspoeld wordt door steeds meer van dit soort van bedrijven en initiatieven die overal de kop opsteken en blijkbaar toch erin slagen om de controles die er zijn en de bestaande wetgeving te omzeilen en verder hun praktijken uiteindelijk uit te oefenen zonder daar veel gehinderd te worden door welk overheidsinitiatief ook. Het incident is gesloten en aan de orde is nu de vraag van collega De Pat aan de vice-eerste minister van Sociale Zaken over de treinramp in Wetteren. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister. De treinramp in Wetteren geraakt stilaan uit het nieuws. Wat die wegneemt, dat de gevolgen van een en ander nauwlettend dienen te worden opgevolgd en onderzocht. Zo is er nog steeds niet begonnen met het onderzoek van de bloedstalen die bij 1700 inwoners uit Wetteren en omgeving na de treinramp afgenomen werden. Zolang het ministerie van Volksgezondheid geen onderzoeksmethode heeft vastgelegd, blijven de stalen onaangeroerd en gebeurt er dus niets. En dit wekt vragen en wantrouwen op bij de getroffen bevolking. Inmiddels legde het parket van Dendermonde ook al bewarend beslag op de bloedmonsters, wat het vertrouwen overigens nog vergroot. Men vraagt zich af waar de overheid het recht uit puurt om bloedstalen van burgers te confisceren, terwijl men toch de mening kan toegedaan zijn dat de vrijheid om zelf en via de huisarts de nodige analyses op eigen bloed laten uitvoeren onaangetast zou moeten zijn. De huisartsen in Wetteren zijn het niet eens met deze gang van zaken en zijn van oordeel, mijn zin is terecht, dat elke inwoner het recht heeft om te weten of hij of zij na het ongeval geïntoxiceerd werd of niet. En als de overheid deze mensen niet snel en accuraat inlicht, negeert men het fundamentele recht van elke patiënt, al dus de huisartsen, die de komende dagen een kleine stortvloed aan telefoons van ongeruste burgers verwachten, omdat die zich afvragen waar de uitslagen blijven. En inmiddels heeft een van de inwoners van Wetteren zijn bloed al in Nederland laten afnemen en analyseren. Mevrouw de minister, het lijkt mij vanzelfsprekend dat hier heel snel duidelijkheid in moet komen en dat de getroffen bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn, vandaar een aantal vragen. Kan u aangeven of er indicaties zijn dat bewoners uit Wetteren behept zijn met gifopnameverschijnselen? En wil u aangeven waarom het zo lang duurt vooraleer men de bloedstalen kan onderzoeken? Steunt u de actie van het parket van Dendermonde dat alle bloedstalen in beslag heeft genomen? Zo ja, waarom? En twee, bestaat de kans dat na eerder lange bewaartijd van bloed- of urinestalen de analyses ervan negatief kunnen beïnvloed worden? En wil de minister opdracht geven om ervoor te zorgen dat deze zo vlug mogelijk kunnen worden uitgevoerd en tegen wanneer zal dat kunnen gebeuren? Dank. Dank u, collega. Het woord is aan mevrouw de minister. Ja, collega. In het beheer van dit soort rampen zijn er twee fasen. Ten eerste het acute crisisbeheer en ten tweede een fase om de gevolgen op lange termijn te evalueren, een epidemiologische studie dus. In de eerste fase hebben de reddingswerkers onder de verantwoordelijkheid van de gouverneur de crisis beheerd. In dit kader werden bloedstalen afgenomen bij personen die naar de VMP kwamen. Op basis van een omzendbrief van 7 mei aan de huisartsen werd aanbevolen om bijkomende bloedafnames te realiseren bij de inwoners van de rode zone en de reddingswerkers met of zonder symptomen. In totaal gaat het voor deze twee situaties om ongeveer 400 personen. In dit kader was er geen sprake vanwege mijn diensten om deze stalen te gebruiken voor de tweede fase, die van de evaluatie van de gevolgen op lange termijn. Ik weet dat er nog meer stalen
werden afgenomen, die buiten de aanbevelingen van mijn diensten vielen, maar zeker met goede bedoelingen. Deze stalen kunnen zeker gebruikt worden voor een klassieke analyse, maar kunnen volgens de laatste aanbevelingen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid niet dienen voor de epidemiologische studie. Wat nu betreft deze epidemiologische studie, ze moet worden uitgevoerd volgens een protocol dat de afgelopen dagen werd ontwikkeld door het WV in samenwerking met mijn kabinet, de FOD Volksgezondheid, met goedkeuring van de gouverneur en de plaatselijke huisartsenkringen. Ze zal voor volgende weken in gang worden gezet. Okay? In dit kader is een meting nodig van de blootstelling. Deze meting moet snel na de blootstelling plaatsvinden. Hiervoor is de afname van een bloedstaal nodig om de meting te doen en een urinestaal om de metingen bij rokers te kunnen corrigeren. Voor deze tweede fase zijn de bloedstalen slecht bruikbaar als ze in precieze omstandigheden worden afgenomen. Een voorwaarde voor een betrouwbaar resultaat is evenwel dat de bloedstalen binnen de 24 uur na afname een speciale behandeling ondergaan en dat er grotere bloedstalen ter beschikking zijn voor de analyse. Dat is niet gebeurd met de afgenomen stalen die onmiddellijk na het ongeval afgenomen werden. Dus het parket van Dendermonde heeft bezwaar en beslag gelegd op alle stalen, hè, de eerste stalen. Dit beslag verhindert geenszins eventueel bijkomende analyses van de volksgezondheid, maar het komt uiteraard niet aan mij toe om me uit te spreken over een gerechtelijke beslissing. Misschien mijn collega minister Turtelboom kan een advies geven over deze actie van het parket van Dendermonde. Het zal binnenkort vandaag, denk ik, een perscommuniqué van de WIV voor de bijkomende acties op het epidemiologische vlak. Dank u, mevrouw de minister. Het debat, wilt u repliceren? Ja, ik probeer om het goed te begrijpen, mevrouw de minister. Als ik het goed begrepen heb, zijn er momenteel een 400-tal personen van wie bloed is afgenomen, maar dat niet mag onderzocht worden of niet mag geanalyseerd worden. En die overigens ook... Ja, in het kader van het lange termijn onderzoek. Ja, maar ik denk dat de mensen het anders begrijpen natuurlijk, omdat u zegt, ja, de bloedstalen voor die epidemiologische studie moeten nog afgenomen worden en moeten binnen de 24 uur geanalyseerd worden. Dat betekent dat de door het parket in beslag genomen stalen niet meer kunnen dienen voor die tweede studie, voor die lange termijnstudie. De vraag stelt zich dan natuurlijk waarom het parket dat heeft gedaan en waarom de mensen verder in het ongewisse worden gelaten over, zijn er nu bepaalde negatieve giftige stoffen in mijn bloed aanwezig geweest? Want dat is de vraag die men zich stelt. Als ik bij de dokter ga om mijn bloed te laten afnemen en te laten onderzoeken, ja, dan ben ik de dag nadien al wat ongerust en wil ik weten wat er in mijn bloed al dan niet in zit. Dus het is een vrij onduidelijke situatie waarbij dat de huisartsen een onderrichting krijgen dat ze het bloed niet wordt onderzocht in een labo, terwijl het bloed dat dan in feite nog moet worden afgenomen in functie van een lange termijnstudie,
ja, dat dat nadien moet onderzocht worden. Het is toch, ik denk als gewone burger dat het heel onduidelijk is. Ik zie u ook bevestigen, knikken. Voor mij is het ook onduidelijk. Ik kan er ook, raak er ook niet wijs uit. Maar misschien is het goed dat dat perscommuniqué daar misschien dan toch enige duidelijkheid zal over creëren. Dank u wel. Het incident is gesloten. Aan de orde is nu de vraag. La question de madame Zrien, la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, et à l'intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté sur la réduction des fonds destinés au programme européen d'aide aux plus démunis. Vous avez la parole, madame Zrien. Merci, madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. Le 8 février dernier, les dirigeants de l'Union européenne ont voté une diminution draconienne de l'aide alimentaire européenne pour la période 2014-2020. La politique d'austérité qui inflige au budget européen une baisse historique de 3% entraîne dans son sillon une coupe budgétaire de 40% de ce programme européen d'aide aux plus démunis, connu sous le nom de PEAD, par rapport à l'enveloppe 2007-2013. Le programme tel qu'il existe aujourd'hui est condamné à disparaître dès la fin de l'année, suite à la saisie de la Cour de justice de l'Union européenne par l'Allemagne en 2011, les juges ont considéré que le financement des achats de denrées alimentaires par le PEAD devait trouver désormais sa source dans la politique sociale de l'Union. Dès le 1er janvier 2014, le PEAD sera donc remplacé par le Fonds d'aide aux plus démunis, FEAD, annexé au Fonds social européen. En l'état, les modalités d'obtention du FSE implique un cofinancement obligeant ses bénéficiaires à trouver au moins une seconde source de financement, qu'elle soit nationale, publique, privée. Par ailleurs, pour la période 2014-2020, 300 millions d'euros vont être distribués au fonds d'aide aux plus démunis, un montant qui est très en deçà des 500 millions d'euros annuels qui étaient distribués aux États membres entre 2007 et 2013 pour cette population en difficulté extrême sur le territoire européen. La décision des 27 quant à la sévère baisse de l'aide alimentaire contredit l'objectif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui est prévu par la stratégie 2020 pour l'Europe. À cette fin, elle prévoit une action coordonnée de l'Union européenne en fournissant des moyens financiers. Il y a donc là une contradiction flagrante. Madame la secrétaire d'État, de quelle manière est-ce que le gouvernement fédéral compte assurer l'aide et le financement des banques alimentaires et ainsi pallier le désengagement de l'Union européenne en la matière? Et quelle concertation est entamée, pourrait être entamée avec les entités fédérées? Je vous remercie de vos réponses. Merci Madame Zrien. La parole est à la ministre. Merci pour votre question, Madame Zrien. La Belgique a depuis le début soutenu la proposition de la Commission européenne quant à la mise en place du fonds d'aide aux plus démunis. La position belge était tout claire. Premièrement, le budget disponible devait être le plus maximal possible. Deuxièmement, les tâches administratives pour la gestion doivent rester limitées. Troisièmement, les ressources du fonds doivent bénéficier à tous les pauvres et pas seulement à certains sous-groupes. Et quatrièmement, des mesures doivent être prévues pour assurer une bonne transition entre la fin de l'actuel programme alimentaire européen et l'entrée en vigueur du nouveau fonds, alors sans lacune. Le budget proposé par la Commission, à savoir 2,5 milliards d'euros, implique en effet une baisse d'importance par rapport au programme actuel. En outre, il ne correspond pas aux objectifs du fonds à la demande croissante dans les États membres. Mais le contexte de négociation européenne n'a pas permis une augmentation de son enveloppe. Lors de la prochaine conférence interministérielle Intégration, plateforme de concertation entre les niveaux de pouvoir fédéral et fédéré, du 10 juin prochain, il sera proposé d'entamer à court terme les discussions sur le fonds d'aide aux plus démunis avec les ministres en charge de la lutte contre la pauvreté et des questions sociales des communautés et des régions. Ainsi,
au sein du groupe de travail lutte contre la pauvreté de cette conférence interministérielle, les travaux de préparation pour ce nouveau fonds pourront commencer, puisque la Commission européenne demande de mettre en place un programme opérationnel. Mais il devra aussi permettre d'envisager des mesures complémentaires au bénéfice des acteurs de terrain dans le domaine de l'aide alimentaire. Madame Zrenoui. Merci Madame la Ministre. Je vous remercie évidemment de tout l'intérêt qui est porté à cette problématique. Il n'empêche que c'est quand même 200 millions qui vont nous manquer au niveau européen pour un nombre croissant d'individus qui vont se retrouver en situation de très très grande précarité, et on le sait déjà aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous attendons avec impatience la conférence interministérielle du 10 juin qui va permettre une concertation organisée avec les entités fédérées. Simplement, je voudrais signaler qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre qui permettraient justement une excellente concertation, et certaines dépendent du fédéral. Par exemple, je pense à la baisse de la TVA pour les invendus alimentaires. Je pense à tout le programme régional qui pourrait être mis en place toujours pour ces invendus alimentaires. Et cela nous permettrait peut-être de compenser en partie l'absence de soutien au niveau européen. Mais je vous engagerai, s'il vous plaît, à continuer à plaider pour qu'au niveau européen, les montants qui ont été annoncés pendant plusieurs années soient maintenus. Cela peut paraître du superflu, mais peut-être qu'il faut se rendre compte que la précarité au niveau européen va aller croissant et qu'il faut que l'on soit vraiment présent sur le terrain pour répondre aux objectifs que nous avons dit de soutien aux populations en Europe. Merci. Merci, l'incident est clos. En dehors des nieuwe vragen, collega Talawi, aan de staatssecretaris voor asiel en migratie, over de lacunes in het Belgisch asielbeleid voor Rolibis. U heeft het woord, collega. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, collega's. Graag had ik u, mevrouw de staatssecretaris, ondervraagd in zaken uw asielbeleid. Wat er betreft de vervolging omwille van seksuele geaardheid, vervolging omwille van homoseksualiteit. Mevrouw de staatssecretaris, uit de actualiteit hebben we kunnen vernemen dat het aantal asielaanvragen op basis van vervolging van seksuele geaardheid al sinds 2007 blijkbaar vervijfvoudigd is. Ik heb in de krant een cijfer gelezen van meer dan 1000 aanvragen en een 200-tal erkenningen als vluchteling. Nu, Vluchtelingenwerk Vlaanderen wijst erop dat de wijze waarop de criteria seksuele geaardheid, vervolging omwille van homoseksualiteit, als dat wordt gescreend, dat dat toch wel blijk geeft van een min of meer stereotype westerse benadering. Blijkt blijkbaar ook uit de wijze waarop het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen deze asielzoekers benadert. Men veronderstelt dat alle holibies een liederlijk en intensief uitgangsleven hebben en dus hun weg kennen in de specifieke homoseksuele scènes in het land van herkomst, in het land van vervolging. Men verwacht ook van hen dat zij weten waar dat de homobaars zich bevinden in dat specifieke land of welke tijdschriften aandacht besteden aan holibies, etc. etc. En men gaat er blijkbaar ook vanuit dat de holibi in kwestie eigenlijk ook zal moeten kunnen opsommen hoeveel seksuele relaties hij erop na heeft gehouden of erop nahoudt als bewijs. Mevrouw de staatssecretaris, juist in landen waar dat homoseksualiteit wordt vervolgd, verboden, of waar dat de doodstraf op straat, u kunt u toch wel voorstellen dat holibies daar niet echt zich outen of voor hun homoseksualiteit uitkomen. Het is daarvoor uiterst belangrijk daarom om een dossier op basis van homoseksuele geaardheid niet te beoordelen in het kader van onze westerse stereotypen en op basis van onze westerse percepties. Ik denk dat onze interviewers op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen in die zin misschien toch ook wel de culturele context van die landen van herkomst zouden moeten kunnen achterhalen. Vandaar enkele vragen naar u toe, mevrouw de staatssecretaris. Is het waar? Is de groei inderdaad vervijfvoudigd wat die aanvragen betreft? Een vervijfvoudiging.
Ten tweede, begrijpt de staatssecretaris de kritiek van Vluchtelingenwerk en andere middenveldorganisaties in zaken de vervolging op basis van seksuele geaardheid? Is dat waar dat onze ambtelijke interviewers, beoordelaars, inderdaad niet altijd weten hoe dat ze die vervolging moeten kunnen inschatten en waarderen? En voorlaatste, zou ik graag aan u willen vragen van hoe denkt u hieraan te kunnen verhelpen? Gaat u ook contact opnemen, overleg plegen met dat gespecialiseerd middenveld? Ik denk niet alleen aan vluchtelingenwerk, maar misschien ook de Holibi-gemeenschap, die toch misschien op een of andere manier meer affiniteit heeft daaromtrent. En ik zou heel graag willen weten of het cijfermateriaal klopt, mevrouw de staatssecretaris. Dank u wel. Het woord is aan de staatssecretaris. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, mevrouw Talaoui, voor uw vraag. Zo laat u mij toe om een beetje duidelijkheid te scheppen. Ik kan de toename in asielaanvragen waarin motieven als genderidentiteit en seksuele oriëntatie als de basis liggen bevestigen. Ik heb dat trouwens ook zelf al verklaard. Deze toename is gedeeltelijk het gevolg van een versterkte bewustwording in de landen van herkomst rond deze problematiek. Daarnaast stelt het Commissariaat-Generaal voor de Vreemdelingen en de Staatlozen ook vast dat personen soms onterecht verklaren omwille van genderredenen te zijn gevlucht. Bepaalde filières spelen hier trouwens handig op in. Het Commissariaat-Generaal voert haar opdracht uit in volledige onafhankelijkheid. En als uitvoerende en wetgevende macht kan ik hier dan ook niet intussen komen. De controle of de wijze waarop het Commissariaat-Generaal asielaanvragen beoordeelt in overeenstemming moet zijn met de wet, het recht en Europese en internationale standaarden gebeurt door een onafhankelijk rechtscollege, zoals u weet, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ik kan u wel ter informatie meegeven dat het Commissariaat-Generaal binnen de Europese Unie, maar ook door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, en ik denk dat die toch echt wel heel deskundig zijn, wordt erkend als een voorloper in zaken genderbeleid. Het Commissariaat richtte reeds in 2005 een gendercel op met een coördinator en gespecialiseerde protection officers die gendergebonden asielaanvragen behandelen, juist omwille van de gevoeligheid die daarmee gepaard gaat. Het Commissariaat-Generaal organiseert opleidingen van protection officers over verschillende genderaspecten en focust hierbij specifiek op seksuele oriëntatie en genderidentiteit. En tijdens asielinterviews waakt het commissariaat erover een klimaat van transparantie, vertrouwen en vooral respect te creëren, zodat de asielzoeker zijn verhaal kan vertellen. Daarnaast hebben ook de 96 tolken van de tolken van het commissariaat-generaal in de loop van 2012 een hele speciale opleiding gekregen, specifiek gericht op het gehoor van Holibi-asielzoekers. De protection officers krijgen via een databank geactualiseerde informatie over de situatie van Holibi's en transgenders in de herkomstlanden en zeer gedetailleerd. De asielinstantie laat zich dan ook regelmatig adviseren door nationale en internationale experten. Het commissariaat-generaal heeft tenslotte ook een vademecum opgesteld rond gendergebonden asielaanvragen voor de protection officers die de individuele dossiers behandelen. Het commissariaat-generaal past een ruime interpretatie toe van genderconcepten en hanteert een ruim beschermingsbeleid met betrekking tot Holibi-asielzoekers. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het voorkomen van stereotype beoordelingen. Het commissariaat-generaal werkt in dit kader aan een voortdurende kwaliteitsversterking en verbetering. De studie waarna u refereert is overigens methodologisch zeer beperkt in de zin dat ze zich enkel baseert op een aantal negatieve beslissingen. De veralgemeende conclusies miskennen mijn inziens het reeds geleverde werk en waardoor wij hier in dit land bij dus het commissariaat-generaal als een voorloper gekend zijn en dat hier dus helemaal aan onze reputatie teniet doet.
Dit werk wordt trouwens continu voortgezet, maar men mag echter niet blind zijn voor de realiteit en weten dat ook gendergebonden motieven jammer genoeg kunnen misbruikt worden door bepaalde mensen met bepaalde bedoelingen om onterecht in ons land bescherming te krijgen. En dat zouden we niet doen aan de mensen die daar echt recht op hebben. Dus daarop zijn onze procedures zoals steeds gericht en daarvoor blijven wij aan fine-tuning doen. Oké, dank u wel, mevrouw de staatssecretaris. Dank u wel voor uw antwoorden. Ik wist niet dat het commissariaat-generaal inderdaad al zo verfijnd was met die cel van 2005. Ik juich dat toe. Ik wil inderdaad niet blind zijn voor realiteit. Er is altijd fraude, inderdaad, als het gaat om asielaanvragen in sommige gevallen. Maar ik wil u ook vragen om niet blind te zijn voor de realiteit. Er zijn inderdaad ook mensen die vervolgd worden omwille van hun seksuele geaardheid. Als ik zie wat er in Rusland allemaal ook gebeurt in zaken homofobie, in sommige Arabische, islamitische landen, wat voor vervolgingen en straffen daarop staan, dan mogen wij daar ook niet blind voor zijn als die mensen naar ons kunnen toevluchten om hen asiel en vluchtelingenschap te erkennen. Zoals de conventie van Genève ook omschrijft, mevrouw de staatssecretaris, ik denk dat holibies inderdaad tot die bepaalde sociale groep behoren die wij zouden moeten kunnen beschermen. Op die 1000 asielaanvragen zijn er een kleine 200, dat is gelukkig meer dan de 10% die wij in het algemeen tegenkomen in het kader van de globale asielaanvragen. Maar ik vraag u toch daarop een beetje toezicht te zien, want het is eigenlijk een heel gevoelige problematiek. Ook wat de tolken betreft. Ik herinner mij toen ik op de universiteit vluchtelingenrecht en asielrecht opvolgde, dat heel veel asielzoekers soms schrik hebben van de tolken zelf, zeker als ze van dat land ook komen. Dus in die zin, ik ben blij dat er vorming en opleiding wordt gegeven, maar dat men soms toch ook wel schrik heeft om heel zijn verhaal te doen aan iemand die uit hetzelfde land komt om te tolken naar de interviewer toe. Ik geef u dat alleen maar mee als een teken van bezorgdheid. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Het incident is gesloten. Et dernière question, celle de du sénateur Miller, secrétaire d'État aux affaires sociales, aux familles, aux personnes handicapées, chargé des risques professionnels et secrétaire d'État à la politique scientifique sur les victimes de l'amiante aux environs d'Arminy. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire d'État, chers collègues, l'Association belge de défense des victimes de l'amiante vient de rendre public de nouveaux chiffres concernant le nombre de personnes touchées par ce phénomène, plus particulièrement aux environs d'Arminy, dans l'entité de Mons. C'est dans cette région qu'était installée l'ancienne usine Kovrik, filiale d'Eternik. Cette usine, dont la fermeture remonte à 1987, fabriquait des matériaux de construction, dont des ardoises en amiante-ciment. Au total, 170 des 250 ouvriers qui travaillaient à Kovrik seraient décédés. Tous les chiffres évoqués sont alarmants. Sur 210 victimes recensées, 171 seraient décédées, 39 malades seraient en sursis. Les victimes ne sont pas uniquement recensées à Arminy, mais également à Givry, Olchin, Bray, Bougny, Mons, ainsi que dans d'autres localités situées dans un rayon de 20 km autour de l'ancienne usine. Par ailleurs, certaines des personnes décédées à la suite de maladies liées à l'amiante ne travaillaient pas dans cette usine. Donc il est possible que les fibres d'amiante transportées par les vents aient contaminé des personnes vivant à proximité de l'ancienne usine. Alors jusqu'à présent, je crois qu'aucun procès n'a été entamé en ce qui concerne Arminy, notamment parce que Kovrik, qui a fermé ses portes en 1987, était une filiale d'Eternit. Je souhaiterais entendre votre analyse, Monsieur le Secrétaire d'État, votre analyse relative à ces nouveaux chiffres, ainsi que sur les recours dont les anciens ouvriers et autres victimes pourraient bénéficier. J'aurais voulu savoir si votre administration a pris des initiatives d'information, par exemple à propos du fonds amiante, en visant spécifiquement la population d'Arminy et environ. Enfin, Monsieur le Secrétaire d'État, pouvez-vous nous confirmer les chiffres récemment avancés par l'Association belge de défense des victimes de l'amiante? Je souhaiterais savoir si ceux-ci ont été corroborés par le Fonds des maladies professionnelles et si des recherches officielles ont été menées sur le nombre de personnes affectées par des maladies provoquées par l'amiante. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, sénateur Miller. Et la parole est au ministre.
Madame la Présidente, chers collègues, je ne connais pas les chiffres de la BEVA. Je les ai lus évidemment comme vous dans la presse. Je n'ai pas encore eu le temps évidemment d'une analyse plus approfondie. J'ai demandé une rencontre avec la BEVA afin de les recevoir. Et j'ai d'ailleurs proposé la date du 21 mai pour que les choses se passent le plus vite possible. Alors quand je disposerai évidemment de leurs chiffres officiels, je demanderai au Fonds des maladies professionnelles de les confronter avec les siens. Évidemment, les chiffres qu'ils indiquent sont plus élevés autour des 300 de production qu'on a évoqués. Et donc, je peux vous confirmer qu'effectivement, il y a quand même source d'inquiétude et un problème majeur à ces endroits-là. Et que, je dirais, l'asbest, l'amiante cause quelques difficultés dont on doit vraiment prendre en compte la réalité. J'ai demandé d'ailleurs au Fonds Amiante aussi de refaire une campagne auprès des médecins, et particulièrement dans ces régions-là. Je voulais aussi vous dire que quand on détecte l'asbestose et le mésothélium, il y a vraiment un travail rapide qui s'effectue pour avoir une indemnisation la plus immédiate possible. Alors, je vous propose peut-être d'attendre de recevoir les chiffres, de rencontrer les représentants de la BEVA, de vous communiquer évidemment l'analyse qui sera faite de cela. On étudie le problème et on voit ce qu'on peut apporter comme solution supplémentaire. Mais en tout cas, sachez que je suis bien conscient de ces difficultés et qu'on les prend en compte et que clairement, au niveau du Fonds Amiante, du Fonds des maladies professionnelles, on tend à faire des propositions rapidement. Merci beaucoup. Je remercie M. Miller. Oui, je remercie M. le secrétaire d'État pour sa réponse. Je le remercie pour l'attention qu'il porte à ce dossier et à la volonté, excusez-moi, et à la volonté qui est la sienne de faire avancer rapidement les dossiers des personnes. Et je le remercie aussi pour sa proposition de me faire connaître, après la réunion du 21 mai, les éléments qui seraient portés à sa connaissance. Merci. L'incident clos. Et nous continuons notre agenda. Le point 2 de l'agenda, projet de loi portant assentiment à l'avenant du 4 octobre 2012 à l'accord de coopération entre l'État fédéral, la région flamande, la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale, la communauté germanophone relative à l'économie plurielle. La rapporteure, Mme Lennon, qui réfère à son rapport écrit. Y a-t-il quelqu'un qui demande la parole dans la discussion générale? Si tel n'est pas le cas, elle est close. Nous procédons à la discussion des articles. Article 1er, pas d'observation adoptée. Article 2, pas d'observation adoptée. Nous voterons plus tard sur l'ensemble de ce texte. Punt 3 van onze agenda. Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de cel financiële informatieverwerking wat betreft het extremisme. De rapporteurs zijn mevrouw Talawi en monsieur Moraal. Wenst u tussen te komen in uw verwijst naar het schriftelijk verslag? Dank u wel. Wens u iemand tussen te komen dan in de bespreking? Monsieur Miller a demandé la parole en dan meneer Vastersavens. Monsieur Miller, je vous en prie. Excusez-moi, Madame la Présidente. Je vais faire de mon bon une petite intervention rapide pour rappeler que dans le courant de l'année 2011, la Commission des finances et affaires économiques a eu l'occasion effectivement d'entendre la cellule de traitement des informations financières, CETIF. Cet échange de vues a éclairé les membres de notre commission sur certaines lacunes contenues dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Suite à cette audition, notre excellent collègue M. Vastersavens a pris l'initiative de rédiger un texte qui donne une réponse favorable à l'une des demandes formulées par la cellule de traitement des informations financières. Et l'initiative parlementaire qui a été prise a été soutenue et elle a été co-signée par le groupe MR. Jusqu'ici, il n'existait aucune base légale permettant à la cellule de transmettre aux autorités judiciaires des informations relatives à des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme si la seule activité à la base de celle-ci se révélait être liée à l'extrémisme.
La CITIF ne pouvait transmettre de telles informations que si un lien était établi entre l'extrémisme et des activités terroristes. Elle ne pouvait donc pas transmettre des interventions que dans les cas de terrorisme et non d'extrémisme. Le texte que nous voterons tout à l'heure et que le groupe MR soutient remédie à cette situation, prévoit une extension des tâches et des missions de la CITIF afin que le terrorisme, mais également l'extrémisme, relève de sa compétence de contrôle. Et nous sommes particulièrement heureux du travail qui a été fait afin que soit mieux définie, mieux encadrée la notion d'extrémisme. Le groupe MR salue donc cette mesure qui constitue un pas supplémentaire dans la lutte contre la criminalité et elle permet également de réitérer l'engagement de notre groupe dans la lutte contre l'augmentation du radicalisme, de l'extrémisme et du terrorisme. Je vous remercie. Merci, M. Miller. Meneer Vastersavens. Ik zocht u. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dit wetsvoorstel kwam tot stand op expliciete vraag van de cel financiële informatieverwerking. Reeds in het jaarverslag van 2010 van de cel financiële informatieverwerking werd de vraag gesteld en werd dan meermaals herhaald. Er werd vastgesteld dat bepaalde extremistische groeperingen die neigen naar terrorisme niet konden worden doorgelicht door het CFI. Vandaag is er nog steeds geen wettelijke basis om informatie in verband met de witwasverrichtingen of de financiering van terrorisme aan de gerechtelijke overheden over te maken wanneer de onderliggende activiteit van de financiers dan in feite enkel verband lijkt te houden met extremisme. Het was dus een lacune in de wetgeving die wordt weggewerkt door het wetsvoorstel. De cel-financiële informatieverwerking kan tot op vandaag enkel een onderzoek richten en onderzoek doen naar reeds gekende organisaties die op een beperkende lijst staan. Extremistische organisaties blijven steeds buiten schot en blijven buiten het gezichtsveld, waardoor mogelijke radicalisering niet of alleszins niet tijdig wordt opgemerkt. Het te laat detecteren van radicalisering kan mogelijk bijzondere nefaste gevolgen hebben voor de veiligheid van de staat en vooral voor de veiligheid van onze burgers. Extremisten kunnen vandaag terugvalbasissen zijn of ondersteuningsnetwerken zijn om terroristische aanslagen en dergelijke meer te financieren, zonder dat de cel financiële informatieverwerking hen kan doorlichten. Ik kan bijvoorbeeld verwijzen naar de steunnetwerken rond de jihadstrijders. Om de grenzen van de bevoegdheid van de cel-financiële informatie in te dijken in feite, werd er onder meer op aandringen van collega Etienne Schoepen een amendement aanvaard dat deze grenzen waarbinnen de financiering van extremisme kan worden onderzocht, wordt beperkt. Voor de definitie werd dan in feite teruggegrepen naar de bestaande definitie in de wethoudende regeling van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Deze definitie heeft reeds jarenlang haar nut bewezen en door deze nu ook wettelijk te verankeren zijn er duidelijke grenzen voor het CFI. Ik wens toch nog te vermelden, mevrouw de voorzitter, waarde collega's, dat het wetsvoorstel mede werd ingediend door de collega's Ludo Sanen, Martin Taalman, Richard Miller, die net aan het woord was, en collega Louis Sikke. De actualiteit leert ons, collega's, dat lacunes in de wetgeving snel moeten worden gedicht, zeker wanneer de handhaving van de openbare orde in het gedrang komt. Ik wens dan ook de collega's te danken voor de snelheid en de steun waarmee dit wetsvoorstel is kunnen worden behandeld en ter stemming kan worden voorgelegd. Dank u wel. Dank u wel, collega. Collega Maas. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Met dit wetsvoorstel willen de indieners een beperkte uitbreiding van het takenpakket van de CFI invoeren, waardoor niet enkel terrorisme onder haar bevoegdheid valt, maar ook extremisme. Het is zeker zo dat extremisme kan aanzetten tot terrorisme. Nochtans dient men voor ogen te houden dat terrorisme een misdrijf is en extremisme dit in regel niet is. Dus wanneer extremisme wordt ingevoerd in de preventieve witwaswet, vormt dit een bijzondere afwijking daar tot op heden de illegale herkomst van het geld of de activa telkens verband houdt met een onderliggend misdrijf. We hebben bedenkingen bij de vooropgestelde oplossing. Door het woord extremisme in te voegen in de lijst van onderliggende misdrijven aan het witwassen van geld,
worden alle verplichtingen van de preventieve witwaswet van toepassing op de financiering van extremisme. In het bijzonder zullen alle meldingsplichtige personen en instellingen hun cliënten moeten beoordelen of zij ten eerste er extremistische opvattingen en bedoelingen op nahouden en ten tweede de financiële transactie betrekking heeft op activiteiten die met dat gedachtegoed verband houdt. En dit is volgens ons nog realistisch, nog wenselijk. Ook verder in het proces zijn er nog punten die ons de wenkbrauwen doen fronsen. Onze fractie zal dan ook tegenstemmen, daar wij de voorgestelde oplossing buiten proportie vinden voor het beoogde doel. Dank u, collega Maas. Mevrouw Van der Meers. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik wou vermelden wat onze stemgedrag hier in zaken zal zijn. Wij zijn een voorstander van dit wetsvoorstel. Wij vinden dat er een aantal zeer goede zaken in zitten, maar persoonlijk zal ik mij onthouden bij de stemming over dit wetsvoorstel, omdat ik toch een probleem blijf hebben met de exacte definiëring van het begrip extremisme. Want dit voorstel is goed en bevat goede zaken, maar gaat terug op de definitie, en de definitie die dateert van 1998, en daar was ik toen destijds niet mee akkoord, en daar ben ik nog steeds niet mee akkoord. Die definitie die we toen hebben gegeven hier, die er gegeven is aan extremisme, luidt: activiteiten die erop gericht zijn, zijn racistische, xenofobe, anarchistische, nationalistische of totalitaristische doeleinden te bereiken. Nu, men gooit daarbij anarchisme, nationalisme en totalitarisme, ik heb moeite ermee, op één hoop. Dat vind ik niet kunnen, eerlijk gezegd. Bovendien staat in die definitie ook helemaal niet communisme vermeld, wat toch een politiek systeem is dat verantwoordelijk was voor een heel groot aantal slachtoffers in de wereldgeschiedenis. En ook islamitisch fundamentalisme ontbreekt in die definitie van 1998. Nu, het wetsvoorstel dat vandaag voorlegt, gaat inderdaad in die mate een mouw passen aan de definitie die nog altijd geldt. De definitie van 1998 die niet goed is, maar als de cel voor financiële informatieverwerking een verduidelijking gegeven heeft waar ik mij kan achterzetten, dat het tegen de financiering van gewelddaden en terrorisme gericht is, dit wetsvoorstel, en niets meer, dan kan ik daarmee akkoord gaan. En dat is ook de reden waarom mijn fractieleden, mijn collega's senatoren dit voorstel zullen goedkeuren. Evenwel, mijn onthouding is niet alleen ingegeven door die exacte definiëring van het begrip extremisme, die nog altijd niet is zoals het zou moeten zijn en nog altijd te ruim geïnterpreteerd zou kunnen worden. Maar anderzijds vind ik ook dat de vrijheid van meningsuiting in geen enkele optie beperkt zou mogen worden en dat er dus omzichtigheid nodig is wat dat betreft. De collega's van de N-VA hebben gelijk als zij zeggen dat nu door dit wetsvoorstel ook de verplichtingen van de preventie van de witwaswet zullen van toepassing zijn en dat men dus financiële instellingen en zelfstandigen zal opzadelen met het onderzoeken en melden van eventuele opiniedelicten zijn het dan toch, eventueel die moeten aangegeven worden aan het cel voor financiële informatieverwerking. En er is dus terecht opgemerkt dat dit de vrije meningsuiting wel eens in het gedrang zou kunnen brengen. Dus die twee redenen nopen mij ertoe mij te onthouden. De rest van mijn collega's zal dit wetsvoorstel goedkeuren. Dank u wel, collega. Wil iemand anders tussen te komen in de algemene bespreking? Nee, als dat niet het geval is, dan wordt die hier afgerond. Nous procéderons à l'addition des articles. Article 1er, pas d'observation adoptée. Article 2, pas d'observation adoptée. Article 3, pas d'observation adoptée. Nous voterons plus tard sur l'ensemble de ce texte. Prochain point, proposition de loi complétant l'article 433 novies du Code pénal. La rapporteuse est Madame Thibault. Je m'en réfère au rapport, Madame la Présidente. Je vous remercie. Et dans la discussion générale, j'ai Monsieur Depré. Madame la Présidente, chers collègues, la proposition de loi sur laquelle nous allons nous prononcer est l'une des opérationnalisations qui résultent des travaux du groupe Traite des êtres humains, le premier qui avait été présidé par notre collègue Dirk Klaas et le second
par notre collègue Madame Caroline Désir. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule opérationnalisation, il y en a d'autres qui suivront. Et donc je tiens à remercier tous les collègues qui ont participé aux travaux de ce groupe de travail pour la qualité du rapport qui en a résulté et du travail légistique que cela permet. Depuis 2009, la confiscation d'un bien immobilier n'était plus possible pour la traite des êtres humains. En effet, suite à l'arrêt du 27 mai 2009 de la Cour de cassation, il n'était plus possible de procéder à une confiscation des biens immobiliers lorsque celle-ci n'est pas prévue par un texte précis, même lorsque l'immeuble a servi à commettre l'infraction. Par ailleurs, la directive 2011/36 de l'Union européenne, du Parlement européen et du Conseil, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, dispose dans son article 7 que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs autorités compétentes soient habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées aux articles 2 et 3. C'est pour résoudre ce problème et nous mettre en conformité avec la directive européenne que nous avons pris l'initiative d'une proposition qui vise à compléter l'article 14 de la loi du 10 août 2005 relative à la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains par une disposition spécifique sur les biens immobiliers, comme c'était déjà le cas paradoxalement pour les marchands de sommeil. Donc dans notre produit, dans notre pays, sur base de la législation existante, on pouvait poursuivre les marchands de sommeil pour trafic d'êtres humains, et on ne pouvait pas poursuivre ceux qui effectivement pratiquent la traite des êtres humains. Et mon collègue et ami Bertensio avait déposé une initiative sur le même sujet, et je le remercie publiquement d'avoir bien voulu m'en laisser l'initiative parlementaire. Danke, collega. Je me réjouis également de l'excellente collaboration qui a régné avec le cabinet de la ministre de la Justice. Je la remercie pour l'ensemble des amendements qui ont été apportés au texte initial de la proposition de loi, lesquels ont permis d'améliorer la technique légistique tout en élargissant opportunément le champ d'application de cette initiative. Je ne saurais donc mieux faire que demander à tous les collègues de voter en faveur de cette proposition. Merci, Monsieur Depré. Wil iemand anders het woord in de algemene bespreking? Zo niet, wordt ze afgerond. We gaan de artikelen overlopen. Artikel 1, geen opmerking aangenomen. Artikel 2, 3 en 4, geen opmerking aangenomen. Wij stemmen straks over het geheel. Volgende punt, punt 5 van onze dagorde. Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. De rapporteur is mevrouw Vermeulen. Mevrouw de rapporteur, wenst u tussen te komen? Mevrouw Vermeulen, u bent rapporteur in het punt 5. Verwijst u naar het schriftelijk verslag? Oké, dus genoteerd. Algemene bespreking, wenst er iemand tussen te komen? Meneer Hansjo? Ja, voorzitter, collega's. Ik wil jullie allemaal danken voor het, althans in de commissie, steunen van dit voorstel. Dit voorstel houdt een forse verhoging in van de mogelijkheid tot bestraffen van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel. En met name dat de straffen in verhouding komen tot het aantal slachtoffers en bij gevolg ook voor de verschillende delicten in functie van het aantal slachtoffers forse verhogingen in bestraffing kunnen realiseren. Ik denk dat dat noodzakelijk is om de diensten, de juridische en politionele diensten, de mogelijkheid te geven om met min of meer indrukwekkende wapens de strijd aan te gaan tegen deze vormen van mensonterende mensenhandel. Dank u.
Dank u, collega. Wens iemand anders het woord? Ja, mijn plezier. Merci, madame la présidente. Ben, très, très brièvement, je voudrais me réjouir de l'adoption aujourd'hui de ces deux propositions de loi qui viennent compléter déjà différentes propositions de loi qui sont la conséquence des travaux du groupe de travail que nous avons mené sur la traite des êtres humains, qui viennent compléter utilement notre législation. On l'a dit régulièrement, la Belgique doit se battre pour rester à la pointe de ce combat comme elle l'est depuis de très nombreuses années en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Et donc je pense vraiment que ces deux propositions, tant celle de M. Anciot que celle de M. Depré, viennent compléter très très utilement ce dispositif. Et je voudrais également souligner la très bonne collaboration que nous avons eue avec le gouvernement qui est venu compléter sur le plan technique ces deux propositions. Je vous remercie. Merci Madame Désir. Si personne ne souhaite encore intervenir, nous pouvons clore la discussion générale. Et procédons à l'addition des articles. Article 1er, pas d'observation adoptée. Article 2, pas d'observation adoptée. Article 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, pas d'observation adoptée. Et nous voterons tantôt sur l'ensemble de ce texte. Dit brengt ons tot punt 6 van onze dagorde. Voorstel van begroting voor het jaar 2013 van de bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De rapporteur est M. Mahou. Oui, madame la présidente, me référant à mon rapport écrit, je veux rappeler quand même à l'ensemble de nos collègues qu'il s'agit d'approuver le budget d'une commission qui est chargée d'assurer le contrôle sur méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données, et donc qu'il s'agit d'une commission dont le rôle en termes de respect, évidemment, de la législation est extrêmement importante, y compris dans son volet de contrôle des méthodes qui sont particulièrement intrusives. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite la parole dans ce débat? Si tel n'est pas le cas, nous clôturons ce débat et procédons plus tard au vote nominatif sur le budget. Alors, en attendant que l'on puisse voter, et je crois qu'on sonne pour appeler les collègues pour avertir de l'heure du vote, j'ai quelques communications à vous lire. D'abord, la prise en considération de propositions. La liste a été distribuée. S'il n'y a pas d'observation, ces propositions sont considérées comme prises en considération et renvoyées à la commission indiquée par le bureau. En dan moet ik een melding maken van een voordracht van kandidaten voor het ambt van de staatsraad bij de Raad van State. Bij een brief van 29 april 2013 heeft de eerste voorzitter van de Raad van State meegedeeld dat de algemene vergadering van de Raad ter openbare zitting van 16 april 2013 overeenkomstig artikel 70 van de gecoördineerde wet op de Raad van State overgegaan is tot het opmaken van een lijst van kandidaten voorgedragen voor de benoeming tot een ambt van Nederlandstalige staatsraad. De eerste voorzitter van de Raad van State heeft de kandidatuur van de volgende personen ontvangen. Mevrouw Christine Brams, eerste auditeur bij de Raad van State. Mevrouw Patricia de Zomeren, eerste auditeur bij de Raad van State. Mevrouw Kaat Leus, deeltijds hoofddocent aan de VUB en advocaat aan de balies van Antwerpen en Brussel. De heer Wouter Pas, eerste auditeur bij de Raad van State en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. De heer Steven van Garsen, hoofd van het Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking en deeltijds professor aan de Antwerp Management School en aan de Universiteit Antwerpen. De heer Werner Wijmeers, eerste auditeur bij de Raad van State. Mevrouw Anja Wijnans, rechter in de Raad van Vreemdelingenbetwistingen. Werd door de Raad van State voorgedragen voor het vakante ambt, evenwel zonder eenparigheid van stemmen. Als eerste kandidaat de heer Wouter Pas, als tweede kandidaat mevrouw Patricia de Zomeren, als derde kandidaat mevrouw Anja Wijnans. Aangezien de voordracht niet unaniem is, zijn artikel 70 paragraaf 1 7 lid en artikel 80 tweede lid van de gecoördineerde wet op de Raad van State van toepassing. Indien er geen eenparigheid van stemmen is bij een eerste of bij een nieuwe voordracht, naar aanleiding van een weigering, kunnen de Kamer van Volksvertegenwoordigers of de Senaat beurtelings binnen een termijn van ten hoogste 30 dagen, vanaf de ontvangst van de mededeling van deze voordracht, hetzij door de Raad van State voordragenlijst bevestigen, hetzij bij geheime stemming een tweede lijst met drie namen die uitdrukkelijk wordt gemotiveerd voordragen. Op dinsdag 13 mei 2013 heeft de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de administratieve aangelegenheden de kandidaten gehoord overeenkomstig artikel 70 paragraaf 1 achtste lid en artikel 80 tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. De commissie stelt voor de door de Raad van State voorgestelde lijst te bevestigen. Vraagt iemand het woord?
Daar niemand het woord vraagt, stel ik voor dat de Senaat door de Raad van State voorgestelde lijst bevestigt. Geen bezwaar? Dan is al dus besloten. Nous allons procéder au vote. Sur le projet de loi portant assentiment à l'avenant du 4 octobre 2012 à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la région flamande, la région wallonne, la région Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone relative à l'économie plurielle. Nous votons sur l'ensemble. Tout le monde a-t-il voté? Dans ce cas, nous clôturons les votes et je demande d'avoir le résultat des votes. Il y a unanimité, 60 voix pour. Le projet est adopté et sera soumis à la sanction royale. We stemmen nu over het wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 voor voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met het oog op het uitbreiden van de controlebevoegdheid van de cel financiële informatieverwerking wat betreft het extremisme. We stemmen over het geheel. Heeft iedereen gestemd? Eerst het resultaat van de stemming. We gaan de stemming afronden. Eerst het resultaat van de stemming en dan geeft mevrouw Pirijns het woord. Resultaat van de stemming. 44 stemmen voor, 11 tegen, 5 onthoudingen. Het ontwerp is aangenomen en zal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden. Iemand wenst een stemverklaring af te leggen. Mevrouw Pirijns, u heeft het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wou inderdaad graag een korte stemverklaring afleggen. Collega's, uiteraard steunt mijn fractie het doel van dit wetsvoorstel. Ik denk dat het u niet zal verbazen dat wij vinden dat alles in het werk gesteld moet worden om de financiering van terrorisme tegen te gaan en op elke mogelijke manier. Maar wij denken dat het wetsvoorstel vaag blijft. Zoals vele collega's ook in de commissie hebben gesteld, is er geen duidelijke omschrijving gegeven van het woord extremisme. Ik denk dat de manier waarop de meerderheid dit heeft trachten op te lossen nog steeds niet duidelijk genoeg is en vandaar onze onthouding. Ik dank u. Dank u voor uw stemverklaring. Mevrouw Van der Meers, ja. Zoals ik al aangekondigd had tijdens de algemene bespreking van dit wetsvoorstel, heb ik mij inderdaad onthouden en hebben mijn collega's senatoren voorgestemd van mijn fractie, omdat we inderdaad wel achter dit wetsvoorstel staan. Wij vinden het correct als het zou toegepast worden zoals de cel financiële informatieverwerking het stelde. Zij zeiden dat het duidelijk gericht is tegen de financiering van gewelddaden en terrorisme en niets meer. Daar kunnen wij volledig achter staan. Echter inderdaad ook voor ons is de definiëring van het begrip extremisme nog altijd niet zoals het zou moeten. De definitie geldt nog altijd zoals in 1998 vastgelegd is. En dat kan nog zeer ruim geïnterpreteerd worden, zoals ik al uitvoerig zei in mijn vorige tussenkomst voor dit wetsvoorstel. En ook de vrije meningsuiting mag in geen geval beperkt worden. En vandaar de onthouding die ik gestemd heb. Dank u wel. Daarmee zijn de stemverklaring afgerond en gaan we nous passons au prochain point de notre agenda. Proposition de loi complétant l'article 433 du Code pénal. Nous votons sur l'ensemble.
monde a-t-il voté? Alors je clôture les votes. Et je demanderai le résultat des votes. C'est un vote à l'unanimité. Il y a 60 voix pour, il n'y a pas de voix contre, pas d'abstention. Le projet est adopté. Il sera transmis à la Chambre des représentants sous le nouvel intitulé Projet de loi complétant les articles 382 ter et 433 novies du Code pénal, ainsi que l'article 77 sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers relativement à la confiscation des immeubles. À la suite de ce vote, la proposition de loi complétant le Code pénal en ce qui concerne la confiscation spéciale en cas de traite d'êtres humains, document 5-12-15-1, devient sans objet. We gaan nu stemmen over het voorstel houden de bestraffing van de exploitatie van bedelarij, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. Wij stemmen over het geheel. Heeft iedereen gestemd? Dan wordt de stemming hier afgerond. En het resultaat van de stemming, opnieuw consensus, 61 stemmen voor, geen onthouding, geen tegenstemmen. Het voorstel is aangenomen, zal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden onder het nieuwe opschrift wetsontwerp houden de bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. Dernier vote pour cet après-midi, proposition de budget pour l'année 2013 de la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité. Nous votons sur l'ensemble. Tout le monde a-t-il voté? Alors, je clôture les votes. Je demande d'avoir le résultat des votes. Ensuite, il y aura les déclarations de... Donc 53 voix pour, il n'y a pas de voix contre, il y a 8 abstentions. La dotation est adoptée et sera communiquée au Premier ministre, au ministre du Budget, de la simplification administrative et au président de la commission administrative. Madame Katabi, vous pouvez faire une déclaration d'abstention. Oui, très rapidement, Madame la Présidente, c'est une attention, abstention. Attention, on écoute Madame Katabi. Non, mais il ne faut pas. C'est une abstention. Plus sur le principe, puisque vous le savez, l'opposition n'a accès à aucun de ces comités, et donc il nous semble difficile d'approuver systématiquement ce que la majorité nous propose, sans que nous puissions jamais avoir assez d'éléments que pour pouvoir juger. Je vous remercie. Nous vous remercions. Onze fractie heeft zich ook onthouden omdat het toch wel ongehoord is om een begroting voor het jaar 2013 voor te leggen in mei. Dat zegt heel veel over de werking en wij hebben inderdaad als oppositie nood aan meer zicht op wat er inderdaad gebeurt, zoals mevrouw Katabi ook zei. Dank u, mevrouw Nommers. En de zitting van vandaag hebben we de agenda uitgeput. Volgende week is de plenaire zitting vanaf 10 uur in de voormiddag donderdag 23 mei. Dus we beginnen in de voormiddag. Dank u. Voor uw aandacht en een prettige avond. Bonne soirée.